Dames en heren, dank u wel voor het spontane stil worden ook. Het was een beetje onrustig, zeg ik ook maar even in de richting van het publiek, wat misschien al 5 minuten aan de buis gekluisterd of aan het scherm, zeggen we dan, zit af te wachten wanneer die bijzondere vergadering van uw gemeenteraad nou begint. Wel nu, die zou gewoon om 4:30 moeten beginnen. Mooi dat u er bent. We zijn voltallig in de zin dat er geen africhten zijn, maar een aantal van uw collega's heeft u gezien. Die schuiven iets later binnen. Ik zal de namen niet opnoemen, want ze zullen in de loop van deze raadsvergadering gewoon successievelijk op hun plaats plaatsnemen. Welkom onze collega's op de publieke tribune. Ook welkom aan de leden die we later in deze vergadering zullen benoemen tot een soort buitengewoon lid namens uw raad in de Algemene Raadscommissie. Daarover straks nog meer. Daar volgt natuurlijk ook enig ceremonieel uit. Vloeit daaruit voort. En daarna gaan we hieronder van een maaltijd genieten in het restaurant. Daar bent u allen bij uitgenodigd. En dat vormt dan de opmaat tot, naar ik verwacht, en u ook neem ik aan, de bespreking van de 3 laatste bespreekpunten. De vaststelling van de programmabegroting, het voorstel over de vaststelling van de belastingverordeningen voor volgend jaar en de financiële beleidsnota's die moeten worden geactualiseerd. En dat is tegelijkertijd ook de reden dat we deze bijzondere vergadering voor een aantal mensen de allereerste keer dat ze deze buitengewoon vroeg beginnende vergadering meemaken in deze zaal, waarbij het als het gaat over de begroting over alles gaat. Dat geldt overigens ook natuurlijk voor de bespreking over het bestuursprogramma die voor ligt op een eerder moment in deze agenda. Gaat ook over alles. Dat zou ook kunnen leiden tot een bijzonder uitgebreide spraakwaterval van iedereen. Ik zal dat proberen in goede banen te leiden, zodat we ook op een enigszins christelijk tijdstip deze vergadering kunnen beëindigen met een ontspannen nazit. Dat zal zo rondom 10:15, 10:30 vanavond kunnen gebeuren als we ons allemaal een beetje aan de gemaakte spreektijdafspraken voor het onderwerp begroting althans houden. Goed, dat maar bij wijze van introductie. Eerste opmerking. Tweede opmerking is dat wellicht nieuw, maar wellicht ook nog niet iedereen opgevallen, daarom noem ik het ook nog maar eventjes. Nu bij de ingang van de zaal, zowel hier als u met de lift bent gekomen, als bij de trapopgang, de formuliertjes liggen. De aankondiging ligt, moet ik even formeel misschien wel zeggen, dat er van deze vergadering opnames worden gemaakt. Dus dat als u het waagt om hier te komen, het niet uitgesloten is dat er ook beelden van u worden verspreid in het publieke domein. Want dat is nou eenmaal de consequentie van het live uitzenden van onze gemeenteraadsvergaderingen. En de opnamen worden, zoals u weet, althans leden van de raad weten dat, op de website van de gemeente opgeslagen. En dus ook voor iedereen toegankelijk zijn. Immers, dat is een belangrijke bron van uw verantwoording als leden van deze gemeenteraad richting de samenleving, wat u hier nou eigenlijk aan het doen bent. Maar we hebben sinds enige tijd natuurlijk die algemene verordening gegevensbescherming en die maakt dat we niet ongemerkt dat kunnen doen. Dus vandaar deze bevestiging van de waarschuwing die u al schriftelijk heeft kunnen aantreffen bij het betreden van deze zaal. Dus degene die niet opgenomen wil worden en toch dus nog gevrijwaard wil zijn, die heeft nog even korte gelegenheid om de zaal toch nog te verlaten. Maar ik ga ervan uit dat u bewust hier bent gekomen. Dat is wat mij betreft de laatste opmerking vooraf. Er zijn anders geen mededelingen en ik wil graag met u kijken of de agenda wijziging behoeft of dat u kunt instemmen met deze voorliggende agenda. Dat is het geval. De agenda al dus vastgesteld. Dan hebben we de besluitlijst van de vergadering van 16 oktober jongstleden. Wenst iemand daarover het woord? Dat is ook niet het geval. Is de besluitlijst conform vastgesteld. Wij doen gebruikelijk een voorstel over de afdoening van de ingekomen stukken. Een kort lijstje deze keer, een 10-tal stukken. Een aantal besproken in de commissievergadering. Wenst iemand daarover het woord te voeren? Dat is niet het geval. Is al dus conform die voorgestelde afdoeningswijze besloten. Dan hebben we de categorie de categorie hamerstukken. Het zijn er een 2-tal.
Het voorstel in zaken het beheerplan civiel-technische kunstwerken 2019-2023. En het voorstel in zaken de invoering van de bedrijf-investeringszone Coevorde Centrum. Geen onbelangrijk stuk, maar toch in na uitvoerige bespreking in de commissie besloten dat dit met een hamerslag conform het voorstel kan worden besloten met algemene stemmen. Al dus geschied. Geen stukken met een korte stemverklaring geagendeerd. En dat betekent dat we bij het eerste van de 8 inhoudelijke bespreekpunten zijn aanbeland. Even los van de sluiting. Als eerste het voorstel in zaken de subsidie overdracht molens aan het Drentse landschap. Uitvoerig ook van gedachten gewisseld in dezelfde commissie. Een aantal opmerkingen, aanbevelingen in de richting van het college gedaan. Wethouder Huizing heeft daarop gereageerd. Ik geef het graag in bespreking. Wie wenst daarover als eerste af te trappen? Nee, de gebruikelijke werkwijze, meneer Ten Berge, u zou het moeten weten. Eerste termijn van de kant van het spreekgestoelte, vanaf het spreekgestoelte. Interrupties graag vanaf de interruptiemicrofoons aan de zijkanten opgesteld. En de tweede termijn mag vanaf uw eigen plaats. De heer Ten Berge, BBC. Dank u wel. Ja, BBC 2014 heeft dit onderwerp laten agenderen. Omdat wij nog vragen hebben aangaande de overdracht van de molens naar het Drentse landschap. Deze vragen komen tot stand omdat we niet erg meegenomen zijn in de uitgaven van 1,5 miljoen. Ik hoor de wethouder vragen of u dat met ons eens bent. Een vraag is het een eis van het Drentse landschap dat de begrote bedragen voor 2019 en 2020 ook gebruikt worden? Zijn dat de bedragen die ten grondslag liggen aan de jaarlijkse inspectie door Monumentenwacht? De volgende vraag. De feitelijke overdracht kost dus 1,5 miljoen. Plus onderhoud tot aan de overdracht in 2021. Dat betekent dat we ook moeten staan voor groot onderhoud tot aan het moment van laatste overdracht. Zijn die totale risico's en kosten helder of is dat afgedekt in de onderhandeling? Derde vraag, hadden de molens nog een boekwaarde? En zo ja, hoeveel is dat en is dat afgeboekt? De volgende vraag, in het raadsvoorstel staat: Drentse Landschap wil de bruidschat snel ontvangen om vermogen op te bouwen in hun nieuwe fonds onrendabele monumenten. Later staat er geschreven dat er vertrouwen nodig is om een dergelijk bedrag vooruit te betalen. Er staat dan als argument van vertrouwen dat het Drentse Landschap een solvabele stichting is met grote reserves. Moet de gemeente Coevorde zich laten lenen om 1,5 miljoen voor te financieren voor deze nieuwe stichting, terwijl het Drentse Landschap dat ook prima kan? Dan is toch gefaseerd betalen een betere optie. En de laatste vraag is, als de nieuwe eigenaar nog in de positie is om vermogen op te moeten bouwen, in hoeverre is dan het onderhoud van de molens die overgaan geborgd? Vermogen opbouwen met rente valt niet mee en op een andere manier geeft risico's. Lopen we hierin risico's of zijn hierover afspraken gemaakt? Dit zijn mijn vragen. Dank u wel. En u vindt er nog even niks van, begrijp ik. U vindt er nog even niks van, u wacht even het antwoord op de vraag af. Ja, dat mag allemaal. Ja, nee, ja. Goed, anderen in eerste termijn. Ja, de heer Heling. Dank u, voorzitter. In de commissievergadering van 30 oktober jongstleden hebben wij als CDA-fractie, evenals de BBC-fractie, aangegeven dat we het raadsvoorstel aangaande de subsidieverlening en de overdracht van de 7 molens willen bespreken in deze vergadering. Het voorstel de molens over te dragen aan het Drentse Landschap kan zeker op onze steun rekenen. Het Drentse Landschap is een degelijke organisatie welke veel ervaring heeft met dergelijke objecten. We kunnen er zeker op vertrouwen dat zij onze molens, want zo zal het voor veel inwoners toch voelen, deskundig zullen onderhouden. Ook rekenen we erop dat verhoudingen met de vele verenigingen en vrijwilligers die de molens draaiende houden goed en plezierig zullen blijven. Ook de hoogte van de bruidschat, absoluut gezien een groot bedrag, lijkt ons reëel. 1,5 miljoen euro is een boel geld. Echter, de verlaging en het op den duur verdwijnen van de onderhouds- en exploitatiekosten
voor de gemeente Billeken deze investering. Maar waar zit voor ons dan het pijnpunt? Ambtelijke molens draaien langzaam, zegt men wel eens. Nou hebben we daar in Coevorden weinig last van. En in dit geval draaiden ze wat ons betreft zelfs iets te snel. De 1,5 miljoen wordt uit de algemene reserve gehaald. Een algemene reserve die de laatste jaren is opgebouwd door veel te bezuinigen en de burgers met behoorlijke lasten te confronteren. Op dat geld moeten we dus zuinig zijn. Ook de solvabiliteitsratio van 30% die in de begroting inclusief ambities resteert is weliswaar voldoende, maar het is een mager zesje. Een studententien wordt het geloof ik ook wel eens genoemd. We zouden dus graag zien dat de structurele voordelen die de komende jaren worden behaald door deze overdracht weer rechtstreeks terugvloeien in de algemene reserve en niet, zoals in het voorstel staat, naar de algemene middelen. Dit totdat de 1,5 miljoen weer is bereikt. Deze handeling zorgt weliswaar niet voor voordelen op de korte termijn, maar wel voor zekerheid op de lange termijn. En hiertoe hebben we een amendement opgesteld. De Raad van Coevorden in vergadering bijeen op 6/11/2018 overwegende dat wij als gemeente inmiddels weer een gezond financieel huishoudboekje hebben. Het van belang is, zie ook het bestuursprogramma, om financieel stabiel en gezond te blijven. Dit tot uiting komt in een gezonde hoogte van de algemene reserve en een solvabiliteitsratio tussen de minimale 30% en 40%. Met de verwezenlijking van de begroting en alle op geld gezette ambities de 30% in 2019 net wordt gehaald. Nu voorgesteld wordt het incidenteel bedrag, genoemd de bruidschat, van 1,5 miljoen euro te dekken uit de algemene reserves. Maar ook voorgesteld wordt de structurele onderhouds- en exploitatielasten van de 7 molens na overdracht gefaseerd vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen. Hiermee de algemene reserve verminderd, maar niet met de vrije val weer wordt aangevuld. En dat het van degelijk en bestendig financieel beleid getuigt om ook de vrije val in de komende jaren direct ten gunste van de algemene reserve te laten komen, totdat de 1,5 miljoen weer volledig is gevuld. Besluit in het raadsvoorstel onder beslispunt 2 het gedeelte algemene middelen te vervangen door algemene reserve, totdat daarmee een bedrag van de eerdere dekking van 1,5 miljoen is bereikt. Daarna kan vrijval plaatsvinden ten gunste van de algemene middelen. Wat vindt de portefeuillehouder hiervan? En nog een andere vraag. Wie is de eigendom van de ondergrond van de molens en hoe is dit geregeld bij de overdracht? Ik dank u. Dank meneer Heiling. Andere sprekers in eerste termijn. Ja, de heer Mulder, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij kunnen met dit voorstel instemmen. We hebben daar nog wel een vraag en opmerking bij. Waar we nog wat verduidelijking over hebben, is de rol van vrijwilligers. Zoals in het stuk staat aangegeven, moeten die op dezelfde manier door kunnen gaan. Maar wij willen dat toch wel stevig neergezet zien hebben, want het is ook een belangrijke aspect in relatie tot recreatie en toerisme. Het zijn toch belangrijke trekkers. En als we bijvoorbeeld de molen De Bente zien in Dalen, trekt heel veel mensen, maar dat komt ook door een hele kundige vrijwilliger, de heer Hans Petit. Maar ja, die vertrekt binnenkort. Dus ja, hoe borgen we dat we dit soort vrijwilligers er ook bij houden? En tot nu toe zitten wij als gemeente er bovenop en hebben we daar ook invloed op. Maar hoe doen we dat straks als het Drents landschap er bovenop moet zitten? Hè? Wat is dan onze rol als gemeente? Kunt u daar nog een toelichting op geven? Dank u wel. Dank u wel. Ja, de heer Stoker, pak. Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben tijdens de commissievergadering aangegeven dat wij de overdracht van de molens aan Stichting Drents Landschap logisch vinden, omdat het ook een vraag is die uit de raad is gekomen. Namelijk op basis van het feit dat wij het in stand houden van molens op gemeentelijk gebied en gemeentelijke molens niet als kentaken zien.
Voordat wij steun gaan geven aan de motie of aan het amendement wat zojuist is ingediend, wil ik graag de beantwoording van de wethouder afwachten. En ik denk dat in de commissievergadering al een beroep op de wethouder is gedaan om ook het Drents landschap te verzoeken, die vrijwilligers die nu betrokken zijn, om die ook betrokken te houden. Want zonder die vrijwilligers draait volgens mij geen molen meer. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Stoker. Andere sprekers? Nee? Ja, de heer Bouwers, PwC. Ja, dank u wel, voorzitter. Op zich hebben wij niet zoveel problemen met het voorstel. Maar waar ik in de commissie ook wel heb op aangedrongen, wij hebben wel problemen dat het, die 1,5 miljoen direct moet worden afgetikt. Dat vinden we een beetje een rare constructie. En dan kan er wel zijn van dat zij zeggen van ja, dat is dan voor het dekken voor de algemene middelen. Maar ja, het wordt wel uit de kas gehaald. En ik vind het een beetje raar. We kunnen er goed mee instemmen als er de molens worden overgeleverd of aangeleverd aan hun. Dat er dan geld bij komt, begrijpen we, want het moet onderhouden worden, is geen probleem. Maar ik wil daar toch nog wel een goede verklaring van de wethouder van. Dank meneer Bouwers. Geen andere sprekers in eerste termijn, dan is het woord aan de wethouder Jeroen Huizing. Dank u wel, voorzitter. En om maar met het belangrijkste punt wat mij betreft ook te beginnen, de positie van de verenigingen, stichtingen, vrijwilligers, hoe je ze ook wilt noemen. Overigens, de heer Petit is zeker een liefhebber, maar geen vrijwilliger, want hij is beroepsmatige molenaar. En de conclusie is al juist, ja, de heer Petit heeft aangegeven dat hij ook op de leeftijd is dat hij vindt dat net als andere mensen hij ook mag stoppen met werken. Dus, en dat heeft hij wel eens aangekondigd. Wat mij betreft betekent dat dus voor het Drents landschap, en zo zien zij dat zelf ook, weet ik, ja, dan hebben zij meteen weer een probleempje misschien wel in te vullen. Want je hebt iemand gehad die heel goed voor de molen zorgt. Die zorgt dat de molen blijft draaien. Wat essentieel is om in goede staat van onderhoud ook te houden. Ja, die stopt ermee. Dus daar moeten ze meteen op zoek naar een invulling. En ik denk dat ze daar elders in onze gemeente de goede voorbeelden meteen vinden van hoe dat kan. Omdat eigenlijk in bijna alle plaatsen laten de inwoners zien dat ze heel betrokken zijn bij de molen. En dat ze ook als vrijwillig molenaar niet alleen de molen draaiend houden, maar ook met z'n allen zorgen voor het kleine en soms zelfs nog wat groter onderhoud eraan. Dus daar, Drentse Landschap is ervan overtuigd dat dat voor hun ook dé manier is om die molens ook naar de toekomst toe in stand te houden. En dat zie je ook aan andere panden die zij in beheer hebben. Zij zien gewoon dat het hebben van een pand is leuk. Maar het gaat erom dat het pand de functie kan behouden, dat hij in een goede staat blijft en dat hij nou ja, in het geval van een molen dus ook gewoon draaiende blijft. En dat kunnen ze echt niet alleen, dat weten ze. Volgens mij is dat alleen al voldoende waarborg om te weten dat zij er niet over gaan nadenken om het niet te gaan doen met de verenigingen en stichtingen. Maar om dat helemaal te borgen hebben we in ieder geval daar ruim aandacht voor gehad. En zullen we ook in de beschikking daar nog aandacht aan besteden. Dan de vragen. De heer Ten Berge begon met de vraag van wij zijn als raad niet goed meegenomen over het bedrag. Bent u het daarmee eens? Nou, nee, daar ben ik het niet mee eens. Want volgens mij is het bedrag heel simpel te onderbouwen en staat dat er ook zo in. Het is gewoon 12,5 keer de onderhoudskosten. En dat is, daar zit een berekening zit daar nog onder. En waarom heeft het gesprek wat langer geduurd dan wij gewild hadden? Ja, omdat je dan ook met een opslag gaat werken. En uiteindelijk is de conclusie van nee, als je dat bedrag in één keer doet, dan zijn wij in staat om het zonder die opslag die je normaal gesproken zou moeten berekenen en die tot een iets hoger bedrag zou moeten leiden, zijn wij in staat om dat op te vangen. En nou, de heer Ten Berge koppelt daar nog de vraag aan van ja, het is een gezonde organisatie, klopt. Ze willen alleen wel dit wegzetten in een apart fonds. Dat is volgens mij heel begrijpelijk. En wat nou het mooie is, want ja, ik kan me voorstellen dat u zegt van ja, dan lopen we geen risico. Want wat nou als de kosten toch hoger worden? Drents Landschap is als organisatie in staat om veel meer, bij veel meer partijen subsidies op te gaan halen dan wij dat als gemeente zijn.
En ze staan ook gewoon goed aangeschreven. Zij laten ook altijd zien dat ze in staat zijn om, om gewoon voldoende fondsen te genereren. Dus ik denk dat we daar zeker niet bang voor hoeven te zijn. Een andere vraag was, is er een eis van het Drentse landschap dat de begrote bedragen voor 2019 en 2020 ook worden gebruikt? Nee, dat is geen eis. Wat we wel hebben is de afspraak dat ze in goede staat worden overgedragen. Nou, en in de vraagstelling verwees de heer Ten Berg al naar de inspectie van de monumentenwacht. Nou, dat is het toetsingskader. Als daar blijkt dat, want u weet, wij doen dat onderhoud, of wij deden die inspecties liet ook altijd zelf uitvoeren. En dat vormde ook de basis voor ons onderhoudsprogramma. Als daar blijkt dat er nog een klein stapje is te zetten, omdat er op wat onderdelen onderhoud nodig is, dan hebben we daar dus voor de komende jaren hebben we daar steeds die bedragen nog voor. Of dat helemaal voldoende is, ook voor groot onderhoud. Ja, dat is altijd een lastig, omdat het bij dit soort of bij werktuigen als molens, ja, groot onderhoud ligt of komt soms wel eens onverwacht. Maar daar lopen wij geen ander risico dan dat wij nu als eigenaar van de molens ook lopen. Dus het zou zich kunnen voordoen, maar als we kijken naar de inspecties, dan verwachten we dat niet, dat daar opeens groot onderhoud zit aan te komen. De heer Roedemaar. Kijk, telepathisch contact is ook goed. Ja. De heer Huizing gaat verder. Volgens mij de vraag die ik nog niet heb beantwoord van de heer Ten Berg is over de boekwaarde. Dus een heel kort antwoord mogelijk. Nee, er zit geen boekwaarde meer op. Dan heeft het CDA nog een vraag gesteld over de eigenaar van de ondergrond van de molens. Ja, ik wou bijna zeggen, die blijft zoals die nu is, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Die blijft zoals die nu is in die gevallen waarin de gemeente nu ook geen eigenaar is. Bijvoorbeeld de molen in Sleen, die is in eigendom bij de heer Hidding. Daar blijft hij ook gewoon. Het recht van opstal gaat in dat geval over van gemeente naar Drents Landschap. Daar waar wij wel eigenaar van de grond zijn, daar gaat het eigendom van de grond gaat ook over. En daar hebben we wel vastgelegd dat mocht Drents Landschap over een groot aantal jaren een keer zeggen van nou, ja, wij willen toch wat anders hiermee en we gaan ze te koop aanbieden. Dan hebben wij wel weer het recht van de eerste kopen op die molens. En in het geval van Dalen, waar de molen in een zeer groot gebied zit, wat allemaal gemeentelijk eigendom is, daarvan hebben we gezegd of hebben we een kadastrale wijziging laten uitvoeren. Zodat alleen de grond die ook echt bij de molen hoort, gaat over. En de rest, nou ja, dat behoort of nog aan de gemeente toe, of het is op dit moment in gebruik als schoolplein. De heer Roedemaker. Als u zegt dat wanneer het Drents Landschap de molens verkoopt, de gemeente Coevorden als eerste het recht van koop heeft, is er dan ook afgesproken wat het koopbedrag is? Is dat hetzelfde symbolische bedrag als waarvoor u ze nu overdoet? Of is dat dan een ander, misschien marktconformer bedrag? Ja, een marktconform bedrag bij dit soort bouwwerken. Ik denk dat het bedrag qua beleving een heel hoog bedrag is. Qua daadwerkelijke waarde, een molen kost altijd meer dan dat hij oplevert. Als je hem gewoon puur financieel bekijkt. Dus volgens mij hoeven we daar helemaal niet bang voor te zijn dat er opeens gigantische bedragen voor molens gevraagd gaan worden. Dus u krijgt geld toe als u ze koopt? Die afspraak hebben wij niet vastgelegd over wat voor bedrag. Dan... ja, dan hebben we nog het amendement van het CDA. Want volgens mij heb ik de andere vragen beantwoord. Uw vraag is van waarom in de algemene middelen en niet in de algemene reserve. Volgens mij is dat de gedragslijn uit de nota financieel beleid, zoals we die later deze vergadering ook aan u voorleggen. Volgens mij is het beter, want mijn collega van Financiën stond al te popelen om vooral deze uitleg nog eventjes te gaan toelichten. Dus dat gras wil ik zeker niet voor zijn voeten gaan wegmaaien. Dus die zal de heer Zwiers even voor zijn rekening nemen. Goed, dank u. Dan heeft de heer Zwiers het woord op de financiële verwerking.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het gaat eigenlijk over de laatste bullet van de motie bij, van het amendement bij overwegende dat. Met de vraag of we toch kunnen kijken of we die 1,5 miljoen via de algemene reserve gewoon terug kunnen ploegen naar, totdat het bedrag weer volgelopen is. Nou, wij hebben in onze financiële nota's opgenomen dat we per jaar 2 miljoen euro op voorhand eigenlijk storten in die algemene reserve. Dat is een borging om onze vermogensopbouw in ieder geval in stand te houden. Betekent ook dat je er af en toe wat uit kunt halen. Want dat laat het wel toe, anders zou het alleen maar toenemen met 2 miljoen. En dat willen we ook graag op die manier blijven benaderen. Dus het is wat ons betreft ook niet logisch om dat te doen. Die systematiek hebben wij niet ingezet. Dus we zouden ook graag bij die systematiek willen blijven die we nu ingezet hebben. Dat betekent dat alles wat verder overblijft, gewoon via de lopende rekening in het resultaat valt. En dat zijn we volgens mij ook eigenlijk gebruikelijk van plan om dat te doen op die manier. Dus we voegen daarnaast ook het jaarlijks resultaat gewoon weer toe aan de algemene reserve. Bovendien hebben wij, denk ik, aangegeven, ook in de financiële nota's, dat wij gaan voor een solvabiliteitspercentage van 30% tot 40%. En dat we daarnaast een bedrag genoemd hebben. En ook in diezelfde financiële nota staat dat wij elke keer gaan toetsen of we die solvabiliteit nog halen en of er aanvullende maatregelen eventueel nodig zijn. Dus aan alle kanten is dat geborgd. Daarnaast, als wij ook voor dit soort zaken een volledige administratie moeten blijven gaan voeren, hè, als we nog eens een keer weer een dergelijke actie gaan doen met de verkoop, dan krijgen wij ondoorzichtige puzzelstukjes die we aan elkaar moeten knopen, willen we onze beleidsruimte, onze begrotingsruimte in beeld blijven houden. En dat vinden we niet menselijk. Het is nu heel duidelijk te zien, wat is onze begrotingsruimte? En dat willen we graag zo houden. Dat is de nieuwe systematiek en we willen ook graag die systematiek gestand blijven doen. Dank voor deze reactie in de eerste termijn. Dus het college ontraadt het amendement vanwege de financiële consequenties. Tweede termijn. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ik ga dezelfde volgorde maar even af, de heer Ten Berge. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb toch een vraag. Ik denk dat de heer Bouwers het met me eens is. Het gefaseerd betalen, daar heb ik toch weinig antwoord op gehad. Ik vraag me toch af met die boekwaarde. Die staat, u zegt, op nul. Die grond onder die molens. En de molen, die worden overgedragen. En die kun je na 12,5 jaar, kan er sprake zijn van terugkoop. Dan is dat toch tegen een symbolisch bedrag. Of moet dat nu vastgelegd? Is dat nu vastgelegd? Dus dat zijn nog een aantal vragen die ik nog graag in tweede termijn wil. Dank u wel. Anderen in tweede termijn, de heer Bouwers, zijn naam is al genoemd. Dan wijken we even af van de volgorde. U raakt erbij aan. Het moet niet hekken worden met alle materiaal. Maar in ieder geval, ik sluit me bij de heer Ten Berge aan over die 1,5 miljoen. Dat die dan niet gefaseerd betaald kan worden. Ik vind dat zeer raar. En ik wil u zeggen, ja, dat is dan één keer een afspraak. Maar ik vind een afspraak van niks. Laat het maar zo zeggen. Dus als je levert, betaal je. En dat lijkt me de juiste weg. Dank voor deze bijdrage, de heer Heerling. Ja, even inhakend op meneer Zwiers. Wij blijven toch bij ons punt. Als het toch heel erg duidelijk is waar besparingen vandaan komen, dan lijkt het ons toch van goed financieel beleid getuigen dat het gewoon ook weer teruggestort wordt. En dat is misschien een verschil van inzicht, maar daar blijven we toch bij. En we zouden de andere partijen willen vragen hoe zij daarover denken. Even tussendoor, dan realiseert u zich de consequentie van de woorden van de heer Zwiers. Is dan dat we straks ook wat te amenderen hebben als het gaat om de financiële nota's. Oké, helder. Anderen in tweede termijn, wil de heer Bouwers zijn lampje nog even uitdoen. Dat knopje toch nog een keer vinden. Ja, de heer Hoedemaker. Ik vind de beantwoording van mijn vraag, heb ik nog eens even over naast te denken. Ik zou het toch wenselijk vinden als de wethouder met Drents Landschap afspraak maakt over de
terugkoopprijs eventueel op termijn? Want anders krijgen we precies hetzelfde als wat we in sommige gemeenten zien met voetbalstadions voor profclubs. Die worden verkocht voor een symbolisch bedrag en teruggekocht voor de marktwaarde. En op die manier sponsor je een partij die je mogelijk niet hoeft te sponsoren. Dank u wel. De heer Stoker, zag ik. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, op het laatste aan te sluiten, ik denk dat het wel handig is om vooraf te weten wat er gebeurt op het moment dat je na 12,5 jaar weer eventueel eigenaar zou worden van de molen. Hoewel het denk ik ook wel heel hypothetisch is, tenminste dat haal ik wel uit de woorden van de wethouder. Maar je weet maar nooit, dus in die zin sluit ik me daar wel bij aan. Voor wat betreft de beantwoording van wethouder Swiers, die heeft aangegeven, en ik vertaal het even voor mezelf, we staan voor transparantie en de gekozen werkwijze staat eigenlijk niet toe dat we dat voorstel of het amendement wat op dit moment is ingediend volgen. Nou, dat kan ik delen, dus in die zin gaat mijn fractie niet akkoord met het voorliggende amendement. Anderen nog in tweede termijn? Ja, de heer Bonkers. Wij blijven wel het amendement steunen. Wij vinden het een boekhoudkundige insteek, wat wel zo consequent is om de vrijval weer toe te voegen aan de algemene reserve. En wij steunen dus het amendement wel. Dank u wel. Ja, de heer Mulder, Partij van de Arbeid. De heer Swiers heeft een plausibele toelichting gegeven over dit amendement, dus wij steunen dit amendement niet. De heer Hoedemaker. De toelichting van de wethouder Swiers is in onze ogen plausibel. Dus wij zetten onze handtekening niet onder dit amendement. Goed, daarmee is denk ik een einde aan de tweede termijn. Er ligt nog een hoop open als het gaat om de conclusies. Maar daar komen we straks aan toe. Eerst nog even de tweede termijn van de kant van het college, de heer Huizing. Ja, voorzitter, er wordt op dit moment, omdat ik dacht van, er staat mij toch wel iets bij van een verkoopprijs. Dus er wordt op de tribune nog even druk gezocht. Dus ik stel voor dat we even een hele korte schorsing hebben. Dan kunnen we dat punt gewoon goed ophelderen. Maar volgens mij kunnen we aan uw terechte zorgen tegemoetkomen. Dank u wel. Heeft de heer Swiers nog iets toe te voegen? Wat u ook mee kunt nemen in de overwegingen tijdens de schorsing. Er zullen wel meer schorsingen zijn vandaag, dames en heren. Dus we zetten nu al de toon. Nee, de heer Swiers gaat niet het spreekgestoel te betreden. Nee, oké. Dan, ja. Nou ja, nee, maar ik vroeg of u nog een belangstelling had om nog wat aan de raad toe te voegen. Niet het geval. Stel ik voor dat we inderdaad even kort schorsen om dit punt op te helderen. Ik maak van de gelegenheid wel gebruik om er u op te wijzen dat we niet voor niks de commissiebehandeling hebben gehad om heel veel vragen die voor u noodzakelijk zijn om beantwoord te krijgen ten einde een standpunt te kunnen formuleren, nu pas op tafel lijken te komen. Ik vind dat eerlijk gezegd wel iets waarvan u zelf bij terugblik op deze vergadering nog even te raden zou kunnen gaan en zeggen van nou, hadden we dat misschien in de voorbereiding van de commissiebehandeling iets dieper moeten insteken. Laten we op een andere manier tot conclusies kunnen komen vandaag. De vergadering is geschorst. Hier voor te leggen en daarmee in te stemmen. Dat is wat er voor ligt. Ook dit is een breed stuk. Vandaar dat mijn naam als portefeuillehouder er boven staat. Maar dat is omdat het over alles gaat. Vanzelfsprekend kan het gebeuren dat mocht u de behoefte hebben om al bepaalde delen daarvan uit te diepen. Dat alle leden van dit college zich aangesproken zullen voelen en van mij ook de gelegenheid krijgen om daar desgewenst op te reageren. Een bijzonder stuk, want het college kijkt als uw college, hè, van hoe u ook in deze raad zit, als college ondersteunende partij of partij die je met ouderwetse terminologie als oppositie zou kunnen aanduiden. Maar het college is van u allemaal, dat heeft u ook zichtbaar gemaakt bij het komen tot de samenstelling van dit college. En het is de ambitie van dit college geweest om u ook een stuk aan te bieden wat voor u allemaal herkenbaar zou moeten zijn. Ik geef het graag in bespreking. We hebben een spreektijd van 5 minuten per fractie hierover afgesproken. Ik herinner u daar dan nog maar even aan. En de volgorde is te doen gebruikelijk, zoals straks ook bij de begroting, die volgorde van de grootte van de fracties. Dus dat betekent dat ik toch ook hier in dit geval weer naar de fractie van de BBC kijk. Wie mag ik daarover het woord geven? De heer Boy.
Dank u wel, voorzitter. De oud-Hollandse wijsheid, na het zuur komt het zoet, blijkt van toepassing op deze bestuursperiode. Bij het aantreden van dit college in 2014 werden onvermijdelijke bezuinigingsmaatregelen aangekondigd door het college en ook genomen. Nu volgt het overheerlijke zoet en kunnen we weer investeren in onze mooie gemeente. De titel van het bestuursprogramma dekt de lading voor de komende jaren volledig. Ruimte om te doen. Een helder stuk waarin het voorgestelde beleid wat ons betreft uitstekend tot zijn recht komt. Onze fractie wil het college en de ambtelijke organisatie in de eerste plaats complimenteren met een uitstekend gedocumenteerd programma. We zijn blij, maar ook trots dat we na een periode van bezuinigingen nu weer kunnen investeren. Alles natuurlijk wel op een verantwoorde wijze. Het bestuursprogramma is er één op hoofdlijnen, maar laat zien hoe we de komende jaren invulling willen geven aan het beleid. De gemeente Coevorde kan weer vooruit. We bruisen van ambitie en plannen. U gaat veel onderzoeken en verkennen. Wel begrijpelijk, want na een aantal beleidsarme jaren kan er nu nieuw beleid uitgezet worden en dat vergt onderzoek. Hopelijk kunnen we de komende jaren op allerlei beleidsterreinen de vruchten plukken van dit noeste onderzoekswerk. Ruimte om te doen, maar vooral samen doen. We willen graag met alle fracties in de Raad blijven samenwerken. Deze ruimte wordt geboden door onder meer het raadsakkoord. Een van de grote pijlers van het succes van de afgelopen bestuursperiode is de samenwerking met de bevolking en met de dorps- en wijkverenigingen. Verantwoordelijkheden overdragen kan alleen als de gemeente bereid is om zaken los te laten of slechts te faciliteren. Dat heeft het college uitstekend vormgegeven en het voornemen is om op die weg door te gaan. We luisteren naar de samenleving en er moet zoveel mogelijk van onderaf georganiseerd worden. Initiatieven in de dorpen en wijken hebben in de afgelopen periode laten zien wat mensen bindt en wat onze inwoners gezamenlijk, vaak ook zonder de actieve rol van de gemeente, kunnen bereiken. Een open houding naar initiatieven betekent echter wel dat raadsleden, collegeleden en ambtenaren nog meer de dorpen en wijken in moeten om de mensen en de organisaties te ontmoeten. In het bijzonder die groepen inwoners die minder snel in contact komen met bestuur en politiek. Voorzitter, ik refereerde er net al aan. Samen doen. BBC is ook betrokken bij de mensen die zijn aangewezen op de bijstand. Waar dat kan, willen wij hen helpen. Mensen in de bijstand worden in het bestuursprogramma gecategoriseerd op basis van hun afstand tot de arbeidsmarkt. Het college schrijft over groepen die op korte en lange afstand tot de arbeidsmarkt staan. Door deze benaming wordt een aantal echter uitgesloten van dienstverlening en investeringen, waardoor hun kansen op werk nog kleiner worden. De inschatting van BBC is dat het potentieel van een grote groep bijstandsontvangers groter is dan vaak wordt gedacht, mits dit potentieel maar op de juiste manier wordt herkend en aangeboord en voldoende steun krijgt om tot wasdom te komen. We komen op allerlei terreinen handen tekort. Laten we met elkaar, waar dat kan, de handen ineens slaan. Want er zijn op tal van terreinen veel kansen voor mensen die nu ongewild buitenspel staan. De gemeente voelt een grote verantwoordelijkheid om zuinig met de aarde om te gaan. Het bestuursprogramma is dan ook behoorlijk groen. Samen met de inwoners en organisaties zal in het kader van het raadsakkoord een duurzaamheidsagenda worden opgesteld. Een pittige klus voor de werkgroep duurzaamheid. En we kijken daar met belangstelling naar uit. Voorzitter, ik kom tot een afronding. Het huishoudboekje van de gemeente Coevorde is gelukkig weer op orde. De positieve omslag in 2017 heeft onze gemeente goed vast kunnen houden. Het jaar 2019 en de jaren daarna bieden dan ook een goed financieel vooruitzicht. We hebben de ruimte om de lastendruk te verminderen. En we hebben het geld om verder te werken aan een kwalitatieve verbetering van onze gemeente. We doen dat over de volle breedte. De zorg voor onze inwoners, de woon- en leefomgeving, de economie en de bereikbaarheid, duurzaamheid en woningbouw. BBC wenst het college succes toe met de uitvoering van het programma en ziet uit naar de resultaten hiervan. Dank u. Dank u wel. Keurig. Zoals u heeft gezien op het scherm waar de stopwatch meeloopt, 25 seconden over. Ja, ja, ja. Compliment. We gaan kijken of de volgende dat ook... Mevrouw Vissering, voelt zich voldoende uitgedaagd van de VVD. U heeft het woord. Ja, dank u wel, voorzitter.
ruimte om te doen. Het bestuursprogramma van dit college voor de komende 4 jaren. Naar onze mening een goed en liberaal programma. Gestoeld op het idee dat de gemeente een faciliterende rol heeft en dat de kracht en verantwoordelijkheid vooral bij de inwoners zelf ligt. Ook worden we blij van al die uitvoeringsplannen die hierin centraal staan. Goed onderhouden bomen, wegen, bruggen streven naar een bruisend en mooi stadshart van Coevorden. Tevreden dorpen die zien dat er meegedacht wordt om hun dorpsvisie te realiseren. Wij hopen oprecht dat er over 4 jaar wordt gezegd, in de gemeente Coevorden, daar hebben ze het goed voor elkaar. Ruimte om te doen. Ja, dat spreekt ons wel aan. Immers de VVD is van het doen. Onlangs ben ik en velen met mij van u meegeweest naar het recreatieschap Drenthe. We hebben toen met elkaar de Hof van Saxe bezocht. En tijdens de presentatie daar vertelden ze over hun wisselende jaarthema's. En een van de thema's van 2015 was om de mensen die daar werken scherp te houden. Doen is de beste manier van denken. Deze mentaliteit die spreekt ons zeker aan. Na 4 jaren van ditzelfde college is het dan nu ook tijd om te gaan doen. En we vinden het dan ook jammer dat in het programma veel onderzoeken, pilots, verkenningen staan. Jammer dat deze onderzoeken niet al zijn gedaan. Een betere titel hadden wij dan ook gevonden, ruimte om nu te doen. Hoe dan ook, en ondanks het feit dat wij nog wel de nodige kritische punten hebben die we straks bij de begroting naar voren zullen brengen, ondersteunen wij de uitvoeringsinitiatieven en zullen daar dan ook vol enthousiasme en met positieve insteek aan meedoen. U zult begrijpen dat wij als oppositiepartij het kritisch gaan volgen en over 4 jaar benieuwd zijn wat er van deze plannen allemaal gerealiseerd is. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Visserink. Ook, ja mooi, ik was net te laat om te scoren. De helft van de tijd. Nou, het wordt steeds beter. We voeren de druk gewoon op, hè, naar de volgende fractie. De heer Zuur, die kan ook heel compact. Ik loop er alvast naartoe. U heeft het woord. Stel je voor dat je wat tijd kunt besparen daarmee. Ja. Voor ons ligt het bestuursakkoord 2018-2022. Een nadere uitwerking van het eerder gesloten coalitieakkoord. Een akkoord waarin de CDA-fractie zich prima kon vinden. Of dat ook bij het bestuursakkoord zo is, zou ik kunnen laten zien aan de hand van onze 7 uitgangspunten opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Maar ik zal nu niet langer in de waan laten, want wij kunnen het ook uitstekend vinden met betrekking tot deze uitwerking in het bestuursprogramma. Het bestuursprogramma dekt voor pakken bij het 90% van ons verkiezingsprogramma. En daar is onze fractie bijzonder blij mee. Ik noem kort de aandacht voor zorg, voor kinderen en ouderen, de inspanningen die zich richten op een veilig en goed woon-, werk- en leefklimaat, voor ruimte voor initiatieven vanuit een krachtige samenleving, aandacht voor agrariërs, voor snellere procedures, voor bereikbaarheid, ook digitaal, voor het MKB en voor duurzaamheid. Toch willen wij vanaf deze plaats nog wel enkele items benoemen die voor ons CDA belangrijk zijn, soms ook een plek hebben gekregen in het coalitieakkoord, maar naar onze mening te weinig aandacht krijgen in het bestuursprogramma. Maar dat kan natuurlijk ruimschoots goed worden gemaakt in de begroting voor de komende jaren en wij vertrouwen daar dan ook op. Als belangrijkste, de inwonerslasten. Via een motie op 10 juli 2018 heeft de meerderheid van de Raad het volgende aan het college opgedragen. Richting de begroting 2019 een onderzoek te doen naar hoe deze inwonerslasten de komende jaren bij voorkeur structureel kunnen worden beperkt. De Raad via het bestuursprogramma, dat was nog een wijziging, op de hoogte te stellen van de mogelijke voornemens in dit kader. Het enige dat wij echter lezen in het bestuursprogramma is dat het college, nu het financieel beter gaat, met onze gemeente kritisch naar de ontwikkeling van deze 3 belastingen en heffingen gaat kijken. En de opmerking, beperken lokale lasten wanneer mogelijk. Dat lijkt ons onvoldoende gehoor geven aan de toen aangenomen motie.
Dus wij horen graag. En verder. Aandacht voor Duits op school. Niet alleen gericht op de arbeidsmarkt, maar ook op het toerisme. Zoals vanmorgen nog te lezen in de krant, naar aanleiding van een onderzoek daarnaar. Duitsers waarderen het wanneer je Duits probeert te praten, stond daarin genoemd. En denk ook aan lopende projecten van het Huis van de Tol, de erkenning van het Neder-Saxisch. Dus ook uit cultureel oogpunt is er belangstelling van de Duitse gasten voor het mooie verhaal over het dorp of de geschiedenis van verblijven. Die doen het vaak goed bij onze buren. Ook uit de krant van vanochtend. Aandacht voor het bereiken van de leeftijd van 18 jaar met rechten en plichten in de lijn met de naturalisatiedag. Natuurlijk op een voor 18-jarigen aansprekende manier. Het zijn dus de punten waar wij nog graag aandacht voor willen. Aandacht voor de positie van de wijkagent bij het vergroten van het gevoel van veiligheid in wijken en dorpen. Aandacht samen met andere partijen voor woningbouwexperimenten gericht op toekomstige wensen en verlangens. De centrumontwikkelingen, zoals het onderzoeken of we de haven verder kunnen doortrekken naar het centrum als belangrijk onderdeel van de historie en gericht op het vergroten van aantrekkelijkheid. Meer aandacht en snelheid in de ontwikkelingen centrum Coevorden en zichtbaar maken van de eerste resultaten. Zoals in de Zallandse straat. Bereikbaarheid gemeenteloket buiten werkuren. En als laatste ondersteuning van initiatieven gericht op een alternatieve invulling van vakantieparken, indien niet vitaal genoeg en passend bij het oorspronkelijke doel. Wij horen graag hoe het college denkt over deze items en met name de eerste. Wanneer is volgens het college beperken van de lokale lasten mogelijk? We zullen er in ieder geval op toezien dat deze onderwerpen voldoende aandacht krijgen de komende jaren met concrete acties, te beginnen straks bij de bespreking van de begroting 2019. En nog een meer algemene opmerking bij het bestuursprogramma. Wij missen een planning voor de komende 4 jaren van de diverse activiteiten die uit het bestuursprogramma voortvloeien. Alleen dan is voor ons de prioritering van activiteiten te zien en goed te volgen, te controleren of u en of wij op schema zitten. Eerder gebeurde dat met een zogenaamde bestuursproductieagenda. Misschien is dat niet de juiste vorm, misschien moet het in een andere vorm. Maar wij zouden wel graag meer beeld en geluid willen hebben bij de planning die het college heeft ten aanzien van de uitvoering van dit mooie programma. Want die is er ongetwijfeld. Kunt u ons die, in welke vorm dan ook, op korte termijn toezeggen? Een motie hierom, trend, is aangetroffen op tafel. Wij wensen het college inwoners en onze collega raadsleden veel plezier, succes en plezier bij de uitwerking van dit hele mooie bestuursprogramma in de komende 4 jaren. U, maar ook onze inwoners, kunnen erop rekenen dat wij de begrotingen die u opstelt steeds aan dit mooie bestuursprogramma zullen toetsen. Daarvoor zijn wij trots genoeg op zo'n mooi bestuursprogramma. Ik heb nog 6 seconden over 5, 4, 3, maar ik kan dan nog net het dictum voorlezen. Verzoekt het college de raad voor 1 december 2018 te voorzien van een jaarplanning op basis van dit bestuursprogramma 2018-2022. Dank u wel. Dank u wel. Ja, dat levert u nou net 10 seconden in het rood op, meneer Zuur. Dat was alweer een beetje jammer. Maar bedankt voor uw bijdrage. Mooi op tijd. De heer Slomp, Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter. Andere luisteraars, dank u wel. Ja, ik vrees dat het vanavond niet zo'n spektakel wordt als in Emmen van de week. En dat is misschien maar goed ook voor de gemeente Coevorden. Voorzitter, leden van de raad en andere toehoorders. Ruimte om te investeren. Te doen wat echt noodzakelijk is in onze gemeente. Op veel beleidsterreinen hebben we de afgelopen jaren achterstand opgelopen onder invloed van de financiële crisis. De 2 perioden lang consequent de tering naar de nering te zetten, kunnen we nu de bestuursperiode in met een heel ander perspectief. Er is financiële ruimte om de dingen te doen die noodzakelijk zijn en onze voorzieningen weer bij de tijd te brengen, zonder daarbij de houdbaarheid van onze financiën uit het oog te verliezen. Het bestuursprogramma geeft daar op tal van punten een concrete invulling aan. En wij denken dat wij daar ook een groot deel van onze verkiezingsbeloften mee ingevuld zien. Over de volle breedte van de beleidsterreinen wordt geïnvesteerd. Maar wij zien een accent op kansen voor kinderen, jeugd, op zorg en op werkgelegenheid. Iets wat binnen de PvdA Coevorden tot grote tevredenheid stemt over dit bestuursprogramma. Wij denken dat hier een goed verhaal staat waar we mee voor de dag kunnen komen en waar we met vertrouwen en enige trots deze bestuursperiode in kunnen, voorzitter. Kansen voor kinderen en jeugd herkennen wij in de getoonde ambitie ten aanzien van taalontwikkeling, de ambitie ten aanzien van voorschoolse educatie, het integrale huisvestingsplan voor basisschoolonderwijs en investeringen in sport
en het voornemen om tenminste één nieuwe multifunctionele accommodatie van de grond te trekken. Er is de afgelopen bestuursperiode een stevig verhaal rond zorg neergezet, met meer aandacht voor preventie. Hier wordt voor de komende 4 jaar nieuwe stevige ambities bij geformuleerd. Onze fractie is daar blij mee. Dit past bij ons gebied, waar we het in het verkleinen van de sociaal-economische gezondheidsverschillen een van onze belangrijkste opdrachten zien. Wij hopen dat met de aanpak van Shared Savings, waarbij het geld wat door zorgpartijen, de verzekeraar en de gemeente bespaard wordt door preventie, opnieuw voor datzelfde doel ingezet kan worden, een aanpak gerealiseerd kan worden die langjarig over meerdere bestuursperioden heen volgehouden kan worden. Want dat is nodig om die achterstanden qua gezondheid in onze gemeente in te lopen. In november 2016 nam de gemeenteraad een motie aan op het onderwerp toegankelijkheid. Daarbij gaat het om toegankelijkheid in de volle breedte van openbare ruimte en gebouwen, maar ook van informatie. Wij dringen erop aan om hier als gemeente zelf het goede voorbeeld in te blijven geven, maar ook in het overleg met bedrijven en andere maatschappelijke organisaties dit tot een gespreksonderwerp te maken. Onze buurgemeente Hardenberg werd dit voorjaar tot meest toegankelijke gemeente gekozen. Wanneer denkt het college dat onze gemeente die eer te beurt valt? We zien een gezonde ambitie op het gebied van duurzaamheid. Dit wordt vooral gerelateerd aan het verminderen en beter scheiden van afvalstromen en het duurzaam opwekken van energie. Een discussie of we in 2030 of 2040 energie neutraal kunnen zijn, lijkt ons op dit moment niet zo relevant. Het gaat ons erom dat we ons naar vermogen inspannen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij vinden we de verdeling van de lasten van de energietransitie. De rekening moet wel eerlijk over de inkomensgroepen verdeeld worden. En hoewel dit vooral door landelijke keuzes wordt bepaald, denken we dat we hier in eigen beleid ook wel wat sturingsmogelijkheden hebben. Het moet voor de huurder in de wijk ook betaalbaar blijven. Wat we nog een beetje missen is het begrip klimaatadaptatie. Met andere woorden, hoe richten we de openbare ruimte zo in dat we ook in de toekomst om kunnen blijven gaan met perioden van extreme droogte en hitte of juist met extreme regenval. We zouden hier graag in samenwerking met het college een informerende themaavond over organiseren. We hebben ontdekt dat bijvoorbeeld bij het waterschap veel kennis op dit thema zit. Voorzitter, wij lopen niet alle opgenomen ambities af. We hebben belangrijke zaken wat geaccentueerd en op een aantal zaken die wij belangrijk vinden komen we nog bij de behandeling op de begroting terug. Enige woorden nog over de bestuursstijl. Het college heeft de ambitie opgenomen om met de aanbevelingen uit de evaluatie buitenspel aan de slag te gaan. Ik vat het stuk maar even samen als we hebben een mooie stap gezet in de vorige periode, maar er is nog veel te doen. Naast aanbevelingen wijst het stuk op de vele dilemma's en problemen die de zoektocht naar de participerende burger met zich meebrengt. Er is geen vast recept voor succes. Het blijft een zoektocht. Wat in Benneveld werkt, werkt in Poppenharen misschien niet. We roepen vooral op om die zoektocht samen aan te gaan, met dorpen en wijken, college en ambtelijke organisatie en raad en ook als gezamenlijke fracties. Mijn partij heeft er zin in. Dank u zeer voor deze bijdrage. Dan geef ik het woord aan mevrouw Driehuispak. Dank u wel, voorzitter. Collega raadsleden, mensen op die meeluisteren. Zoals u weet onderschrijven we de wijze van verbindend besturen en het organiseren van draagvlakken door het gesprek en de samenwerking met inwoners van verschillende partijen aan te gaan. Maar dat deze nieuwe manier van besturen niet het antwoord lijkt te zijn om de gevoelde afstand tot de politiek te verkleinen en ook daadwerkelijk samen met alle inwoners de samenleving vorm te geven, mag blijken uit de lage opkomst bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Met een opkomst van slechts 56,15% en op sommige bureaus zelfs onder de 50% met een uitschieter naar nog geen 20%. We spreken dus over een grote groep inwoners die zich mogelijk niet gehoord en onvoldoende aangesproken voelt door de wijze waarop het college vormgeeft aan verbindend besturen. Dat de gemeenteraad daar als volksvertegenwoordigend orgaan ook een verantwoordelijkheid in heeft, dat mag duidelijk zijn. We roepen het college daarom op te onderzoeken hoe we deze kloof kunnen dichten. Want de aandacht hiervoor in het bestuursprogramma ontbreekt en dat verbaast ons wel een beetje. De fractie van het PAK is overigens blij dat er vanuit verbindend besturen verdere stappen worden gezet.
Het raadsakkoord samenlevend heeft de steun van het PAK. Maar het PAK pleit er wel voor om op de gekozen thema's duurzaamheid, lokale zeggenschap en betrokkenheid en bloeiend verenigingsleven en mensen in beweging niet vooraf alles vast te leggen als het gaat om rollen en procedures. Laten we met elkaar ook het experiment van wat een raadsakkoord kan betekenen aandurven gaan. En dat hoeft niet per se alles, en dan hoeft niet per se alles direct goed te gaan. Immers, van fouten leer je het meest. Voor het overige heeft de PAK kennis genomen van uw bestuursprogramma. Er zullen nog veel zaken moeten worden uitgevoerd de komende jaren. En u mag van het PAK verwachten, zoals u dat van ons gewend bent, dat we het college in de uitvoering kritisch zullen volgen. Daarbij zal het PAK goede voorstellen steunen en waar nodig, eventueel samen met andere partijen, met eigen voorstellen komen. En daarbij zullen we blijven focussen op de thema's die voor het PAK belangrijk zijn. Dus we zullen blijven pleiten dat de leefbaarheid, het welzijn en het welbevinden van onze inwoners van de stad, wijken en dorpen ook bij de toenemende vergrijzing in stand wordt gehouden. Dat we de openbare ruimte toekomstbestendig inrichten met ruimte voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer en ook de automobiliteit proberen verder terug te dringen. Dat we het onderwijs een kwaliteitsimpuls geven door verschillende onderwijsorganisaties met marktpartijen en overheid te laten samenwerken en daarbij te focussen op duurzaamheid, milieutechnologie en IT-mogelijkheden voor de zorg. Maar ook dat we actief beleid voeren op het gebied van energiebesparing en het winnen van hernieuwbare energie. Waarbij we inzetten op isolatie van bestaande woningen, duurzame vormen van warmte- en zonne-energie, maar ook ruimte geven aan bedrijven die het voortouw nemen in echt duurzame initiatieven als zij zich willen vestigen in de gemeente Coevorden. Maar vooral ook dat we blijven streven naar een klimaatneutraal Coevorden in 2030. En, de heer Slomp gaf het al aan, we willen ook dat we ons beter gaan voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Door alternatieve vormen van het bestrijden van wateroverlast, door het realiseren van spaarbekkens in dorpen en wijken, meer groen, minder beton en daarnaast de verbetering van de biodiversiteit, waarbij we ernaar blijven strijven, want het blijft een speerpunt van ons dat de bermen standaard ecologisch beheerd gaan worden. De gemeentekas is weer goed gevuld en u geeft terecht aan dat er weer ruimte is om te investeren in de samenleving. We blijven echter wel van mening dat het feit dat er nu een bestuursprogramma ligt met de titel Ruimte om te doen, vooral te danken is omdat deze ruimte in de eerste plaats is ontstaan door de inzet van onze inwoners, verenigingen, organisaties en vrijwilligers. In de vorige bestuursperiode hebben zij daar een flinke bijdrage aan geleverd door in eerste instantie in te leveren, maar zelf ook de initiatieven te nemen op de diverse gebieden. Het is dan ook op zijn plaats om hen daarin een enorm compliment te geven. Rest mij nog het college, de coalitie en iedere ander die daarbij betrokken is succes te wensen met de uitvoering van dit programma. Dank u wel, mevrouw Driehuis. Keurig. Dat betekent dat wij bij de PPC zijn, de heer Bouwers. Volgen we dan een grote, meneer Hoedemaker. Goed, dankjewel voorzitter. We kunnen alle lof over deze ruimte om te doen, kunnen we hier uitspreken. Maar laten wij daar in de komende 4 jaar, laten wij dat maar doen en uitvoeren, lijkt mij. Het is een goed programma, ziet er helder uit. Programma voor de komende 4 jaar. Het is toch ook op hoofdlijnen. En dat staat ons wel aan. Wij zien veel mogelijkheden hier in dit stuk. En waar wij mee in kunnen stemmen, zullen wij dan ook de komende tijd meedenken hoe met uw voorstellen en misschien ook wel met van onze voorstellen. Wij zien, ik hou het kort, wij zien de uitwerking van dit voorstel dan ook met de verdere uitwerking met belangstelling tegemoet. En gaan we ervoor de komende 4 jaar wat ons betreft. Dank u zeer. En dan zijn we inderdaad bij de heer Hoedemaker, D66. Gaat uw gang. Voorzitter, het bestuursprogramma heeft lang op zich laten wachten. Zo lang zelfs dat ik me bij de behandeling van de kaderbrief in juli afvroeg of dit college überhaupt wel ambities heeft. Nou, dat blijkt. Met het bestuursprogramma lijkt het wel Sinterklaas, kerst en mijn verjaardag allemaal op één dag vallen. Hier kan niemand tegen zijn. Het programma geeft iedereen maximaal ruimte om te doen.
voor elk wat wils, zou ik zeggen. Het college maakt met ruimte om te doen een mooie doorstart naar nog meer verbindend besturen. Alle geledingen in de maatschappij worden bediend en alle inwoners en bedrijven vinden wel wat van hun gading. D66 is dan ook bijzonder nieuwsgierig naar de uitwerking van de ambities die samenhangen met zorg, armoede en onderwijs, de ontwikkeling rondom bereikbaarheid en woon- en leefruimte en openbare ruimte. Alle ambities moeten natuurlijk nog voorzien worden van een financieel kader en behoeven nog inkleuring, de een wat meer dan de ander. Voorzitter, het is geen geheim dat D66 liever wat meer ambitie had gezien op het punt van duurzaamheid. Maar ook hier laat uw college een opening. Met een onderzoek naar een energie-neutrale gemeente in een gemeentelijke organisatie in 2030. Wellicht inspireert dit onze inwoners om in het kader van het raadsakkoord ook een dergelijke ambitie na te streven. De wethouder heeft al toegezegd dat wanneer de inwoners sneller willen, de gemeente vervolgens sneller zal leveren. Kortom, voorzitter, het bestuursprogramma geeft mij een goed gevoel. Liberaal waar het kan, sociaal waar het moet. Met zo'n ambitieus bestuursprogramma zal het college in D66 in de komende jaren een constructieve, maar natuurlijk ook altijd kritische oppositiepartij treffen. Dank u zeer. Dames en heren, daarmee zijn we aan het eind van de eerste termijn gekomen van de bespreking van het voorgelegde bestuursprogramma. Ik gaf het in mijn inleiding al aan. Voor ieder collegelid is er ruimte vanaf het spreekgestoelte om in te gaan op een aantal opmerkingen die u heeft gemaakt. Ik zal de start maken, want mijn naam, zei ik al, staat als portefeuillehouder boven dit stuk. Bij de begroting zal dat de heer Zwiers zijn. Een paar korte opmerkingen van mijn kant vanaf het spreekgestoelte. Ik vermoed, meneer Zuur, als plaatsvangend voorzitter, dat het eigenlijk nauwelijks nodig is dat u de gang hierheen zet. Want anders blijven we aan het wisselen. Voor degenen die zich afvragen, waar gaat dat dan over? We kennen de goede gewoonte dat als het een stuk is van een bepaalde portefeuille wat er geacht wordt in zijn geheel te verdedigen, dat dat dan verstandig en zuiver ook bestuurlijk zou zijn als de voorzitter zich in die voorzittersrol laat vervangen door de plaatsvangend voorzitter van de gemeenteraad. Goed, dames en heren, dank voor de bewoordingen waarin u het bestuursprogramma van dit college heeft besproken. Ik denk dat het goed is dat u er met elkaar op deze wijze toch eventjes bij stilstaat. Het is een ander document dan het bestuursprogramma wat raadsleden die er 4 jaar geleden ook al bij waren toen hebben gezien. Toen was het eigenlijk een poging in een wat meer traditionele opzet om 4 jaar vooruit te kijken en zelfs voor het jaar 4 al resultaten in het vooruitzicht te stellen en daarin al met indicatoren in kluis van proberen uit te tekenen waar we dan ongeveer zouden staan. Inmiddels zijn we natuurlijk wel een stukje wijzer geworden wat de consequentie zou moeten zijn van die insteek 4 jaar geleden gekozen om verbindend te besturen. En dat heeft u ook in dit bestuursprogramma aangetroffen. Een aantal van u heeft daar een aantal zaken over gezegd, maar de zwaardige zaken overigens ook. Maar die betekent natuurlijk ook voor de vorm het een en ander dat het in die zin afwijkt van het stuk wat 4 jaar geleden, hoewel de partijpolitieke samenstelling van het college niet is veranderd, maar toch een heel andere vorm van het bestuursprogramma laat zien. Ik snap vanuit die achtergrond ook wel die vraag vanuit het CDA gesteld van ja, die bestuursproductieagenda en de motie die daarover te tafel is gebracht om toch wat houvast te ontwikkelen. En dat benoem ik ook maar specifiek als eerste punt, omdat dat veel te maken heeft met dat dilemma wat zo intrinsiek verbonden is met de aard van dit bestuursprogramma voor deze periode. Als we zeggen, we willen ons nog veel meer concentreren op die verbinding in die samenleving, de toegevoegde waarde die we daar als overheid aan kunnen bieden, dan moeten we natuurlijk ook flexibel willen zijn in de manier waarop we programmatisch naar deze komende 4 jaren kijken. Dat moet natuurlijk ook een ontwikkeling mogelijk maken die afhankelijk is van datgene wat we ophalen in het onderlinge contact. En gelukkig heeft een aantal van u ook gewezen naar de eigen ambities van u als gemeenteraad daarbij in deze komende 4 jaar. Want ook dat zal van invloed zijn
een aantal fracties die zeiden, ja, het is weliswaar niet mijn coalitie, maar ik voel me toch wel aangesproken door de ambities in het bestuursprogramma. Heeft er natuurlijk alles mee te maken. U mag van dit college, denk ik, verwachten dat we continu proberen te zoeken naar het beste antwoord op de uitdagingen die we hebben proberen te formuleren, waarvan we weten dat er een taak en opgave voor ons als lokale overheid ligt. Die beroemde term, de eerste overheid voor onze inwoners, voor onze bedrijven, voor onze instellingen. Maar dat we vervolgens ook voldoende flexibiliteit zouden moeten willen ontplooien om na omkomst van deze 4 jaar ook echt te kunnen zeggen, we hebben goede resultaten geboekt, namelijk die resultaten die aansluiten bij de behoeften die nog steeds actueel zijn, ook al zijn we in jaar 4 misschien op een andere plek aangeland dan we nu hadden durven voorspellen. Dat is meteen dan maar even de aanleiding voor mij om in deze termijn iets te zeggen over de specifieke verwoording in het motto of de oproep die de motie ook doet. Die vraagt eigenlijk om al voor december, 1 december van dit jaar, dus heel snel, met een voorzet voor een bestuursproductieagenda te komen. Ik wil hem zo interpreteren en zo interpreteer ik eigenlijk ook wel de woorden waarin de heer Zuur dat heeft toegelicht. Dat die, hij gaat al staan bij voorbaat, ja. Dat ik de wens volstrekt begrijp en dat het mij lijkt dat het in de geest van dit bestuursprogramma zaak zou moeten zijn om uw raad tegemoet te komen met een voorzet hoe we dat zo werkende weg kunnen opbouwen. Werkende weg is een term die u zal aanspreken, want ik geloof dat het wijlende heer Lubbers was die hem vaak gebruikte. Werkende weg en zeker ook met de werkgroep uit uw raad daarover te spreken komend. Hoe we die flexibele vorm die in onze opdracht zit opgesloten zouden kunnen vertalen in concrete perspectieven over wanneer welk onderdeel van dit bestuursprogramma naar onze verwachting aan snee zou kunnen zijn. Ik zou gemakkelijk kunnen zeggen, nou ja, het programma voor 2019, dat ziet u, dat staat in de begroting voor 2019, dat is al vrij concreet. Maar ik snap ook heel goed de vraag die opgesloten zit in uw motie, van ja, maar het is wel erg vaag hoe we nou de fasering van onderdelen in de verdere jaren moeten zien. Dus de opgave zal zijn, en wat mij betreft de uitdaging ook bij het college, kom nou met, richting de raad met een voorzet die het gesprek mogelijk maakt. Hoe gaan we die twee zaken met elkaar verenigen? Flexibiliteit proberen in te bouwen voor het proces van verbindend besturen, waar uw raad maximaal aan bod is, waar onze relatie met onze inwoners, onze bedrijven en instellingen ook relevant is voor de manier waarop we veel dingen ter hand nemen. Als ik dat als interpretatie mag hanteren voor de motie, dan heb ik er niet zo moeite mee, laat ik het zo zeggen, als dat het concreet betekent een ouderwets, tussen aanhalingstekens, bestuursproductieagenda, zoals u die 4 jaar geleden kende, voor 1 december aan te leveren. Dat wordt wel een lastige opgave. Ja, als je dan toch in de raad mag blijven zitten, dan wil ik toch ook graag gebruik maken van mijn recht om dan te interrumperen. Wat in het voorstel niet staat, is een bestuursproductieagenda. Ik heb dat ook in de toelichting aangegeven. Het gaat om, er staan veel activiteiten in het bestuursprogramma. We zien ook vanavond straks bij de begroting dat toch heel veel partijen dat bij gebrek aan, zien wij het ook maar, op tijd zetten, op termijn zetten. Dat is het grote risico als je met een bestuursprogramma komt waarin je een hele waslijst aan activiteiten geeft die allemaal heel terecht en heel goed zijn en die we ook onderschrijven, maar daarin niet enigszins aangeeft wat je wanneer gaat doen. Dat is geen plan in eindtermen, geen plan in indicatoren, maar dat is vooral een planning voor de komende 4 jaar, zodat ook de gemeentelijke, dat we weten waar de gemeentelijke organisatie mee bezig is, wat zij aan kan. Kunnen we ook kijken of het ene naar voren moet schuiven of het andere naar achteren? Kunnen we dat zelf ook wegen en overwegen? Het zit notabene zelfs in het financiële beleid dat er bijvoorbeeld voorzieningen worden gevormd die het hele jaar beschikbaar zijn. En toch zie je dat sommige partijen proberen op de tijd te zetten. Volgens ons is dat beoogd en bewust nogmaals geen eindtermen en geen bestuursproductieagenda genoemd. Maar u kunt zich voorstellen dat we als raad wel enigszins richting willen hebben voor de komende 4 jaar. Zeker, maar dan constateer ik, meneer Zuur, dank voor de interruptie, dat we het eens zijn. Daar gaat het om. Dat verklaart overigens ook wel, zeg ik in antwoord op de bijdrage van mevrouw Vissering, dat er hier en daar natuurlijk ook nog wel in termen van onderzoek wordt gesproken. Want we vonden het eigenlijk ook niet heel passend
om voordat je met elkaar formuleert waar zou je het met elkaar over moeten willen hebben in onze samenleving, met welke partners dan ook, dat je meent al de uitkomsten te hebben. En als u zegt, ja, dan hadden we verwacht dat die onderzoeken eigenlijk al op tafel hadden gelegen. Dat vereist natuurlijk eigenlijk dat er iets op tafel ligt waar je het met je relevante partners over hebt gehad. En dat dat onderzoek behelst wat de gezamenlijke bevindingen dan zijn. Nou, daar hebben we gewoon iets meer tijd voor nodig dan nu ons gegeven was in deze eerste maanden na de totstandkoming van dit specifieke college en de opwerking van de combinatie van dit bestuursprogramma en de begrotingstukken. Voor elk wat wils, ik haak maar even aan op die term van de heer Hoedemaker, zou kunnen suggereren, het kiest geen richting. Dat heb ik hem niet horen zeggen. Gelukkig heb ik geen van u ook horen zeggen. Want het is natuurlijk niet een met alle winden mee willen waaien scenario. Het is wel degelijk, denk ik, heel ambitieus. Maar ook en zeker ambitieus ook als het gaat om de positionering die je wilt kiezen als openbaar bestuur in onderscheidelijke rollen. Hè, waar u als politiek een nadrukkelijke rol in heeft en ook heeft aangegeven dat zelf te willen. U heeft ook aangegeven gezien in het bestuursprogramma dat we dat maximaal vanuit het college, vanuit de collegerol maximaal willen faciliteren. Dus ik geloof dat we in die zin best een onderscheidend programma hebben neergelegd waar duidelijk een overheidsambitie uit ademt op verschillende terreinen. En we zullen straks nog wel meer inzoomen op die specifieke ambities waarvan een aantal van u hebben aangegeven. Dat had wat ons betreft wel een onsje meer gemogen. De heer Boy begon er al mee met een aantal thema's eruit te lichten. En dat is ook de verdienste van deze bespreking aan de voorkant, denk ik. Dat we toch de inkleuring met elkaar een beetje maken. Ik voelde mij wel aangesproken in dat verband ook door de notie dat dat element van het draagvlak voor wat we hier aan doen zijn met elkaar. Kijkend naar de opkomstcijfers van bij de laatste verkiezingen. Dat ontbrak, dat klopt wel op zichzelf die constatering. Dat we dat zouden willen aanvliegen in het kader van dit bestuursprogramma is een juiste constatering. Dat daar niet al te veel woorden aan worden gewijd. Hierin moeten we denk ik vooral vinden in die samenspraak met uw activiteiten, met name als het gaat om het uitvloeien van uw raadsagenda. Hier gaat het bij uitstek natuurlijk om datgene wat u als volksvertegenwoordiging zichtbaar weet te maken in de richting van onze lokale samenleving. Zoals de werkgroep uit uw raad dat in de vorige bestuursperiode ook heeft gedaan met een aantal aanbevelingen. Die de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van het werk hier in huis beter toegankelijk ook hebben gemaakt. Beter bereikbaar hebben gemaakt. Zo zal dat denk ik ook onderwerp van onze gezamenlijke overleggen blijven in de komende bestuursperiode. Laatste opmerking, voorzitter, is in de richting van de Partij van de Arbeidsfractie. Als het over het bredere thema toegankelijkheid gaat, dan spreekt me dat zeer aan. Anderen zullen daar meer misschien in fysieke zin op ingaan. Maar ik vind het essentieel dat we als overheid ook zichtbaar maken dat toegankelijkheid van informatie, het heeft alles te maken met verantwoording willen afleggen en kunnen afleggen, dat we daar bijzondere inspanning op zouden moeten willen plegen. Daar zou ik het zeer mee eens zijn. En wat mij betreft is dat ook zeker onderdeel van de ambitie in deze komende 4 jaar. Daar wou ik het maar even bij laten. En dan maar even als voorzitter terug graag het woord geven aan de heer Zwiers als portefeuille de Financiën. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst ruimte om te doen. Hè. Ik wil er toch nog iets op aanvullen. Het is ruimte om te doen voor u en voor ons misschien. Maar het is ook vooral ruimte die we laten ook aan de samenleving om te doen. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat we dat ook laten gebeuren af en toe. En dat is ook wel de strekking van dit bestuursprogramma. Ook nog even aanhakend op de verkiezingen. Kijk, waar ik ook vooral naar kijk is of mensen deelnemen in de samenleving aan allerlei activiteiten en zaken. En daar hoeft een verkiezing absoluut niet maatgevend in te zijn. Alleen niet alleen maatgevend in te zijn, laat ik het zo zeggen. Dus ik denk dat toch wel enige nuance behoeft als het gaat om dat soort zaken. Wat mij betreft een paar dingetjes. Inwonerslasten. Ja, wij hadden niet bedacht dat er een verbrandingsheffing van 4,2% zou komen aan de voorkant. Dus ja, dan word je mee geconfronteerd en dan kun je keuzes maken om te zeggen, nou,
dat nemen wij voor onze rekening. Dat hebben we niet gedaan. We hebben daar uitgebreid over gediscussieerd. En we hebben echt geconstateerd dat er ook een gedragscomponent zit in zeg maar de afvalstoffenheffing. Nou, misschien dat collega Huizing daar misschien nog wel iets meer over gaat zeggen. Maar daar hebben we echt van gemeend dat we het op deze manier moesten oplossen. Niet het maximale, maar wel een deel doorbelasten. En als we een waardestijging hebben van 7-10% in de woningen. En we gaan toch kijken of wij de onroerende zaakbelasting kunnen afschalen. Met 2%. Dan denk ik dat we er op dit moment even voor gekozen hebben om eerder te kijken naar wat zijn onze ambities. En om dat, die lastenverlaging absoluut niet uit het oog te verliezen. Maar hem wel mee te nemen naar de toekomst. En om eens te kijken van wat kunnen we dan doen. Want er is nog veel te doen in onze gemeente. We hebben ook met elkaar geconstateerd. We hebben veel ambities. Hebt u ook allemaal kunnen zien. Maar hebt u ook allen benoemd. Dus het is ook wel logisch dat we dan daarin bepaalde afwegingen maken, denk ik. Als het gaat om de effecten die het CDA graag terug wil zien ten aanzien van het centrum. Maar ik denk u allemaal, ja, dat wordt nu ook tijd. We hebben de periode van denken en ideeën ophalen wel zo ongeveer gehad. Dus dat komt er wel aan. De Sallandse straat werd nog even genoemd, zonder nou op alle details in te gaan. En ook te experimenteren met wonen. Ja, dat zal de toekomst uitwijzen of we daar aan toe komen. De overheid heeft geen woningen, althans die willen we liever niet. Dat zullen we met de corporaties moeten bespreken. Maar dat daar ruimte voor zou kunnen komen, dat sluit ik zeker niet uit. En het verhaal Sallandse straat, daar moeten we nog even geduld mee hebben, maar daar zit wat schot in. Dank u wel. De heer Huizing. Ja, voorzitter, ik stel voor dat ik gewoon op de tijd ga letten en alvast wat spreektijd ga winnen voor straks bij de begroting. Ik heb de hoeveelheid moties op mijn beleidsterrein gezien en dan denk ik dat ik daar de tijd nog hard nodig heb. En volgens mij kan het ook prima, want een aantal punten die hier genoemd worden op mijn beleidsterrein, die komen daar ook terug. Ik heb in ieder geval het punt klimaatadaptatie nog opgeschreven, waar onder andere de Partij van de Arbeid terecht aandacht voor vraagt. En de PAK volgens mij ook. Die themaavond hebben we al gezegd. Dat lijkt ons ook goed om dat te gaan doen. En u geeft daar terecht als inkleuring bij. Ja, samen met het waterschap dan. Want het waterschap is een partij die niet moet vergeten op dit punt. En waar ook gewoon veel kennis zit. En we zijn op dit moment ook bezig met een mooie stresstest om te kijken waar onze opgaven liggen. Overigens ook gebeurt dat samen met het waterschap. Dus dat lijkt me een goed moment als we daar helderheid over hebben wat eruit komt om u dan mee te gaan nemen. En nog één opmerking richting D66. U geeft aan van ja, we hadden liever wat meer ambitie gezien op het gebied van duurzaamheid. Ja, dat is wat voor ons toch vooral de spagaat. Aan de ene kant willen wij ook graag stappen maken. We weten dat u als raad dat ook graag wil. Zo graag dat het is opgenomen in het raadsakkoord. Dan leek het ons niet heel erg chic om nu al van alles te gaan dichttimmeren. Maar volgens mij kunnen wij samen die snelheid nog genoeg gaan maken de komende periode. Dank u wel, de heer Brink. Ja, dank u wel, voorzitter. Gesproken over doen en over voornemens en onderzoek. Dat is ook zo. Maar ik moet toch ook zeggen dat we voor wat betreft het sociaal domein, om het maar zo te noemen, toch in de afgelopen periode behoorlijk veel in dat doen hebben gestaan. We hebben minder bijstandsgerechtigden dan ooit. We hebben meer mensen aan het werk geholpen dan in vele jaren daarvoor. Dat heeft ook te maken met het bedrijfsleven dat toegankelijker is geworden, omdat er ook veel mensen gevraagd worden. En dat doen, dat blijven we doen. We hebben geïnvesteerd in preventie en u ziet in dit programma dat we dat blijven doen. En dat we dat voornemend zijn om dat generaties lang te blijven doen. U ziet ook dat we gaan doen, als we vanavond de begroting bespreken, dat we doen om die sportverenigingen en alle maatschappelijke accommodaties, in ieder geval wat vastgoed betreft en accommodatie betreft, in de been kunnen houden. En dat is allemaal doen. Dat staat op geld, dat is allemaal doen, maar dat doen we wel altijd samen. En dat is ook dat onderzoek, maar dat is ook dat overleg met die verenigingen en de samenleving om daar op een goede manier vorm aan te geven.
Maar dat doen, dat zit ons volgens mij in het bloed. We hebben dat de afgelopen 4 jaar gedaan. Dat gaan we de komende 4 jaar doen. En ik verheug me oprecht op vanavond op uw aanmoedigingen en suggesties, zodat het college ook de komende 4 jaar met dit programma echt verder kan. En ik geloof erin, het college gelooft erin. En als het vanavond Sinterklaas is en als het vanavond kerst is, ben ik daar heel erg blij om. En ik feliciteer u met uw verjaardag. Dank u wel. Daarmee een einde aan de eerste termijn van de kant van de raad, zowel als het college. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ik kijk even rond. Het gaat over het programma over 4 jaar. Dus we gaan nog veelvuldig over de inhoudelijke thema's met elkaar van gedachten wisselen. De heer Boy. Nou, alleen de reactie op de motie, maar die komt zo meteen zeker. Nee, het is goed dat u dat even opmerkt. Ik heb graag dat u inderdaad uw reactie op de motie, want dat kan het onderwerp van eventueel gesprek nog in de tweede termijn zijn. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, die vraag om een algeheel overzicht wat we de komende 4 jaar gaan doen. Eigenlijk is daar natuurlijk een afspraak over. Er is afgesproken om ruimte te houden, dus niet alles vast te timmeren, dicht te timmeren. En de ambities die in het programma staan onder te brengen in jaarschijven. Maar het zou niet verkeerd zijn natuurlijk om een globaal overzicht over deze periode van die ambities eens een keer op papier te zetten. En daar kan je natuurlijk niet voor elke periode nu al vast timmeren. Want je weet ook niet hoe je over 2 jaar met de financiën zit. Maar wat dat er gaat, als dat bedoeld wordt met deze motie, dan lijkt het me wel goed. Helder, dank u wel. VVD, behoefte aan tweede termijn. We hebben toch wel behoefte om even op een aantal dingen te reageren. We zijn heel blij met de opmerking van het CDA met betrekking tot de heffingen en lasten, de inwonerslasten. Meestal zijn wij de partij die daar over beginnen, dus we zijn heel blij dat het CDA daar nu een opmerking over maakt. Wat betreft de Partij van de Arbeid over de toegankelijkheid, zoals u weet zijn wij een nieuwe fractie en in 2016 waren wij niet betrokken bij deze motie. Maar ik denk inderdaad dat er in 2016 een motie is aangenomen over toegankelijkheid, dat het misschien wel tijd wordt om te doen. Dat even als opmerking. En verder, wat betreft het PAK, een hele mooie suggestie, hè, om ecologisch bermbeheer inderdaad door te voeren. Daar zijn wij ook helemaal niet op tegen, maar om het nou structureel aan te pakken, hè, en structureel alle bermen zeg maar, van ecologisch bermbeheer te voorzien, dat lijkt ons wel een beetje erg ver. Bovendien is het misschien ook, en dat staat ook in dit bestuursprogramma, hè, de ruimte om te doen, wat de heer Zwiers al zei, betreft ook de inwoners zelf om te doen. En ik denk dat het ook een grote verantwoordelijkheid is van de inwoners zelf om te zorgen voor biodiversiteit in hun eigen tuinen. Wat betreft de motie. Inderdaad, 4 jaar de tijd om alle ambities waar te maken. Dus dat denk ik dat dat de ruimschootste tijd is. Heel goed om dat te gaan doen. En wij zijn het er inderdaad mee eens wat het CDA zegt, dat wij dat het inderdaad goed is om daar toch wat meer richting aan te gaan geven. Dus wat ons betreft steunen wij deze motie. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de bijdrage. Dan kijk ik even naar de heer Zuur. Ja, dank u wel, voorzitter. Toch ook kort even een paar opmerkingen. Gemeenschappelijke avond met het waterschap. Huns en Haas heeft hem al opgepakt. We worden al uitgenodigd voor een avond in dat kader. Nou, wellicht kunnen we ook met die uitkomsten van die avond of met de opzet van die avond iets dergelijks hier goed doen. Dat lijkt ons ook een uitstekend idee. En volgens mij is het waterschap ook zeker hier daarvoor te porren, heb ik begrepen. Afgelopen weekend nog, dus dat komt helemaal goed. Over de motie, dank voor de steun. Ik heb in een interruptie in ieder geval het enigszins toegelicht. Kijk, een planning is nooit dichtgetimmerd, anders is het geen planning meer. Ik zou het college willen vragen, geef een datum. Ik heb 1 december neergezet, maar kijk, als het maar niet over 4 jaar is, als het maar een beetje eerder is, dan is daar over een datum best te praten en dan passen we die simpelweg aan. Dat is een kleine moeite. In zaken de inwonerslasten.
toch even bijzonder dat de VVD blij is met de opmerkingen van ons, want deze motie is bij het bespreken van de kaderbrief niet door de VVD gesteund. Dus dat is wel bijzonder. Maar goed, beter laat dan nooit, zou ik maar zeggen. Toch vraag ik mij wel af of met de mondelinge toelichting van de heer Zwiers, of we vinden dat aan deze motie voldoende, op deze manier voldoende inhoud is gegeven. Als daar staat richting de begroting 2019 een onderzoek te doen naar hoe deze inwonerslasten in de komende jaren, en niet alleen 2019, bij voorkeur structureel kunnen worden beperkt. En als daar staat de raad via het bestuursprogramma, ik heb het niet gelezen, op de hoogte te stellen van de mogelijke voornemens in dit kader. Ja, dan vind ik een mondelinge toelichting wel een beetje mager als een meerderheid van de raad, en misschien zelfs nu wel met de VVD erbij, zich daarvoor heeft uitgesproken. Dus ja, daar worstelen we nog een beetje mee. Maar wellicht iets om bij de begroting op terug te komen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Zeur. Dan de heer Slomp. Ja, dank u wel, voorzitter. Een aantal reacties nog. Nou, de motie hebben wij mede ondertekend. Wij denken dat het de raad zeer zal faciliteren in haar sturingsmogelijkheden als er toch wat aan een agenda komt. En natuurlijk kan dat voor de eerste jaarschijf wat scherper als voor het vervolg. Maar volgens mij heeft de heer Zuur daar een prima inkleuring aangegeven. BBC maakt een aantal opmerkingen over de groep bijstandsgerechtigden. Volgens mij is de constatering dat een bepaalde groep een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt niet meer dan de constatering van een feit. En volgens mij kun je wel blijven roepen dat je die mensen naar regulier werk moet begeleiden. Maar dan frustreer je denk ik vooral die mensen en ook jezelf. Wat ons betreft moet daar veel meer ingezet worden op maatschappelijke participatie en zou dat veel belangrijker moeten zijn dan direct toeleiden naar regulier werk. VVD ziet een liberaal programma. Nou ja, tegenwoordig is alles liberaal blijkbaar. Volgens mij zie ik een sterk sturende gemeente als ik bijvoorbeeld naar de zorg kijk of noem eens wat, camperplaatsen, recreatie. Als ik kijk naar de sport, volgens mij zie ik een gemeente die behoorlijk probeert te sturen in hoe onze voorzieningen er hierbij liggen. En als de VVD dat liberaal vindt, dan vinden wij het best. CDA, ja, u arresteert toch wel een punt wat hout snijdt, denk ik, met de lasten. Als we de periode wat terugkijken, we hebben ook een aantal keer een initiatief genomen om bijvoorbeeld over de afvalstoffen met een initiatief te komen, met een motie. Dus dat is iets wat misschien niet nu, maar de komende bestuursperiode wat ons betreft ook zeker aandacht behoeft. PAK, ja, ik deel eigenlijk wel de analyse die het PAK maakt over de lage opkomst. Daar zit wat ons betreft ook in relatie tot verbindend besturen ja, toch ook wel een zorgpunt. Hè? Ook als ik heb van het weekend nog eens wat gegrasduind in die evaluatie buitenspel. Ja, sommige dingen gaan gewoon heel goed, maar bepaalde groepen ja, die voelen zich denk ik toch nog niet echt bereikt. En daar ligt ook een mooie opdracht, niet alleen aan het college, ook aan de raad, om daar wat mee te doen. Bij BBC zie ik brede... Ja, PPC zie ik brede instemming. Even kijken, D66. Ja, wat u noemt over armoede, bereikbaarheid, duurzaamheid. Nou ja, inhoudelijk zitten we denk ik niet zo'n eind uit elkaar. Tot zover. Dank u wel, meneer Slomp. Dan mevrouw Driehuis. Dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst bedankt aan de collegeleden voor de antwoorden en de opmerkingen. Ik ben het wel enigszins met de heer Zwiers eens dat het belangrijker is om ook te kijken naar zeg maar, deelnemen aan activiteiten binnen de samenleving. Maar goed, wat de heer Slomp net ook al zegt, die kloof tussen politiek en samenleving is er blijkbaar. Want verkiezingen zijn tenslotte een graadmeter daarvan. En wij hebben op dit moment niet een pasklaar antwoord hoe we dat, die kloof moeten gaan dichten. Dus ja, daar zit bij ons wel een stukje zorg.
Daar kan inderdaad het raadsakkoord een toegevoegde waarde gaan hebben. Maar ook dan moeten we gaan kijken hoe gaan mensen inderdaad gewoon participeren in dat hele verhaal. Dus dat wordt wel een zoektocht. We zijn blij met de themaavond met betreft de klimaatadaptie. En zeker ook dat daar het waterschap bij betrokken wordt. We sluiten ons wel een beetje aan bij de PvdA wat betreft de bijstandsgerechtigden waar het BBC het over had. En de aansluiting op de arbeidsmarkt. Dat we daar toch ook inderdaad meer zien in maatschappelijke participatie. En een reactie op de VVD. Ja, wij willen heel graag ecologisch bermbeheer. Maar goed, er loopt ook een onderzoek naar om te kijken van, kan dat überhaupt u overal wel? Nou, dat moet dat straks gaan blijken. Dat wij als inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor die biodiversiteit, ben ik ook helemaal met je eens. Daar moeten we zelf ook iets aan doen. Maar je ziet ook wel die samenleving die zich daar nu hard voor gaat maken in de vorm van al die dorpen en wijkgroepen die zelf verantwoordelijk gaan zijn voor dat ecologisch beheer van die bermen. En dat vind ik wel een hele mooie ontwikkeling. Dus dat juich ik alleen maar toe. En als dat op een gegeven moment leidt tot bijna alle bermen in de gemeente Coevorden ecologisch beheerd, dan ben ik heel erg blij. Dank u wel. Nou ja, u heeft... gaat u gaan. Ik ben de motie vergeten. Wij hebben deze motie inderdaad ook al van tevoren ondertekend. Want wij hebben tenslotte een controlerende rol. Dus dan moet er ook iets te controleren zijn. En wat ons betreft hoeft het niet keihard vastgelegd te zijn in mijlpalen of wat dan ook. Maar een aantal piketpaaltjes slaan om in ieder geval ons enigszins op te kunnen richten. En die controlerende rol uit te voeren lijkt ons wel handig. Dus vandaar de motie die we steunen. Dank u wel. De heer Bouwers nog behoefte aan de tweede termijn? Ja, nog even de beantwoording van de heer Swiers betreffende de lastenverlaging naar de toekomst. Nou, in ieder geval, dat is een goed signaal dat het nog wel komt, die lastenverlaging. Want ik dacht niet dat het die motie toen, of het amendement toen, had betoogd om dat naar de toekomst te verwijzen. Maar dat het in ieder geval dit jaar zou, of al dit begrotingsjaar zou zijn. Maar goed, wij zullen dat wel volgen. Dus de komende periode hierna, dan zal die lastenverlaging er dan wel komen. Betreffende de motie, die nummer 2018 nummer 19, dat gaat even over het verzoek. Ja, wij denken ook wel dat 1 december wel heel kort is. Maar wij ondersteunen deze motie wel. Dank u wel. Dank u wel. De heer Hoedemaker. Dank u wel, voorzitter. Als het gaat om het activeren van bijstandsgerechtigden, moeten we niet al te veel energie steken in die categorie die echt niet tot regulier werk te begeleiden is. Wat dat betreft sluit ik me beslist aan bij de opmerkingen van PVV. Niet van PvdA en MPAC op dit vlak. Ik hoor hele mooie dingen van het CDA over het beperken van inwonerslasten. Van de VVD die strijdt met het CDA om het feit dat zij toch de partij zijn van de verlaging van de inwonerslasten. De PvdA die ook de lastenverlichting van onze inwoners aan het hart gaat. Ik zal in de loop van deze vergadering zal ik een voorstel doen tot verlaging van de inwonerslasten. En ik ben heel benieuwd naar al uw reacties. Als het gaat om de motie. We zitten hier met elkaar vandaag. Dat hebben we net benoemd in ons eerste termijn over het bestuursprogramma. In een setting van groot vertrouwen in elkaar. Ik heb eerlijk gezegd geen behoefte om het college vast te draaien op allerlei termijnen en termijntjes. Om die reden steun ik de motie niet. Helder, dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de tweede termijn.
van de kant van de raad. Een enkele opmerking wat mij betreft, want het resteert alleen inderdaad de motie. Ik kan met de inkleuring die is gegeven van allerlei kanten nu, kan ik wel uit de voeten namens het college met een dergelijke motie. Want dan zal het zo snel mogelijk na 1 december leiden tot een voorzet vanuit onze kant in de wetenschap. Dat dat een onderwerp zal zijn waar we het ook met elkaar over moeten hebben. Of we dat ook procesmatig vinden beantwoorden aan datgene wat we ons bij verbindend besturen ook van u. Vanuit uw kant over dat dan voldoende invulling denken te kunnen geven. Dat even over mijn onderdeel voor dit onderwerp. Daar wil de heer Zuur nog kennelijk iets over reageren. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou toch graag een datum willen horen. Ja, ik dacht nou net zo spoedig mogelijk na 1 december. Dat geeft inderdaad wat flexibiliteit. En dat zal in ieder geval niet in jaar 4 zijn. Kijk, ik kan natuurlijk zeggen, laten we bij de eerste. Uiterlijk bij de eerste beerrap of iets dergelijks. Dus ergens in de komende 2-3 maanden. Zou de kaderbrief volgend jaar geen perfect moment kunnen zijn? Ja, ik durf dat bijna niet voor te stellen. Er wordt achter mij gesigned, hoor ik. Ja, ik vond het al rijkelijk aan de achterkant, meneer Zuur. Maar als u dat... Beerrap, afspreken dat ja. Als dat uiterlijk is, dan vind ik het prima. Dan kan ik makkelijk. Ja, de beerrap is in september. Nee. Wel, volgens mij. Hebben we veranderd. Ja, dat is waar. Poosje geleden. Goed. Als u zegt dat die beer weer er komt, ook uiterlijk in het voorjaar. Dat zou ik uiterlijk in het voorjaar. Heeft u daar genoeg aan? In het voorjaar vind ik prima. En ik hoop dat het dan een mooi voorjaar wordt. Ja. Vroeg beginnen. Zijn we het eens. Goed. Ik kijk even naar de overige collegeleden. Of die nog behoefte voelen. Ja, de heer Zuurs. Ja, toch nog even reageren, voorzitter, op de lokale lasten. Het klopt inderdaad, die motie ligt er natuurlijk. Wij zijn niet in staat geweest om dat zeg maar tijdig tegen deze begroting aan. En dat is dan al op het moment dat het college zo ongeveer vaststelt om dat scherp te krijgen. Dat heeft natuurlijk ook te maken dat we het bestuursprogramma nog niet rond hadden. En daar is het altijd annex mee, van hoe kijk je nou naar lokale lasten. Ik kan u wel melden dat we wel het onderzoek een tijd geleden al zijn gestart. En dat we verwachten dat we in tweede, ook nog binnen dit jaar, dus in december 2018, dat we hem afronden. Laten we afspreken dat ook dit ruim voor de kaderbrief in uw bezit is. Zodat u uw voordeel daarmee kunt doen tegen de kaderbrief 2020 dan. Dank u wel. Andere portefeuilles niet meer, denk ik. Aan de hand van de tweede termijn. Dan kunnen we hier dit agendapunt afsluiten en komen tot de besluitvorming. Bestaat er behoefte bij een van u om met een stemverklaring hier nog een en ander toe te lichten, de heer Zuur? Nou, ik wil in ieder geval de motie met dank voor alle steun in ieder geval amenderen nu. Hè? Omdat we de termijn hebben veranderd. Dus bij deze mondeling geamendeerd, zullen we vaststellen. Ja. De raad in het voorjaar 2019 te voorzien van. Prima. Maar we besluiten eerst over het voorliggende voorstel. Dat is bij moties en amendementen natuurlijk het onderscheid. Een amendement gaat natuurlijk over een wijziging van het voorgenomen besluit. Een motie niet. Die doet wel een heldere uitspraak. Maar dan gaan we toch eerst even met elkaar stilstaan bij het gevraagde besluit. Onder 8.2. Dat ligt niet voor niks natuurlijk voor. Of u kunt instemmen met het bestuursprogramma zoals dat u is gepresenteerd. Is dat met algemene stemmen het geval? Dank u zeer. Dan is dat een mooie begin en ambitie voor deze, voor een goede samenwerking. Dan zijn we bij wat benoemingsvoorstellen. Dat moeten we relatief snel kunnen doen. Nee, dan moeten we eerst de motie nu behandelen. Ik heb nu 1 stem tegen genoteerd. Van de heer Hoedemaker met overige stemmen voor is de motie aangenomen. Dan wel bij 8.3. Er ligt een verzoek van het ESDAL, u heeft dat gezien, om te komen tot de benoeming van een voorzitter van de Raad van Toezicht. In dit geval met iets terugwerkende kracht, namelijk per 1 november jongstleden, van de heer Rechtop. Voor de periode van 4 jaar tot 1 januari 2022. Ik dacht dat we al verkend hadden of u het acceptabel vond dat we bij acclamatie daarover zouden besluiten. Dan hoeven we niet met stembriefjes te werken. Ik zie dat dat kan. Dan is in die zin met algemene stemmen ingestemd met dat besluit. Ik neem aan dat de heer Rechtop hier niet in ons midden is.
En dat begrijpen we ook, want dat is een zaak binnen het Esdal vooral. Dat heeft u gezien. Wie wel in ons midden zijn, en dan zijn we daarmee bij 8.4, zijn een aantal actief bij het raadswerk betrokken mensen die op deze tribune hebben plaatsgenomen. Omdat er ook een formele aanwijzing moet komen om te kunnen functioneren als, ja, zeg maar in de richting van u als raadsleden, namens u in de raadscommissie te kunnen opereren. Daarvoor is een bijzondere status nodig. Dat was het deel hebben genomen aan het proces van de gemeenteraadsverkiezingen, die zijn ook als lid van de lijst van een van de politieke fracties voorkomend. Dat heeft geleid tot een verkenning en een voorstel van de kant van het seniorenconvent, uw fractievoorzitters, die hier nu voor ligt, om tot een lijstje met namen te komen die die rol in de arena van de politiek, in de vorm van de commissie, uw werk ook deels te kunnen verlichten. Maar we willen wel dat dat zorgvuldig gebeurt. Dus er zijn twee elementen hier aan dit voorstel verbonden. Eén is het besluit om de voorgedragen leden te benoemen. En vervolgens zal natuurlijk ook dan moeten worden gewaarborgd dat men aan de eisen die ook aan u als raadslid zijn gesteld, ook als zeg maar burgercommissielid, voldoet. Dus dan neem ik ze ook graag, omdat de toetsing die inmiddels heeft plaatsgevonden aan de personalia van de voorgestelde mensen dat mogelijk maakt, om ook aan hen te vragen de eed dan wel de belofte af te leggen. Dus een tweetrapsraket onder dit besluit. Allereerst vraag ik u instemming met het voorstel om tot de benoeming van deze leden te komen. Ik neem aan dat u geen spreektijd hiervoor nodig zult hebben. Dat is niet het geval. Kunt u instemmen met deze voorgedragen leden? Dat is het geval, met de algemene stemmen. Dan gaan we over tot de installatie. En daarvoor zal ik de voorgedragen leden in volgorde vragen om hier voor mij te verschijnen. Ik zal gaan staan achter het spreekgestoel. Ik vraag de leden van de raad ook te gaan staan. Overige mensen mogen blijven zitten. Kunnen we er toch even letterlijk en figuurlijk bij stilstaan dat met het afleggen van de eed dan wel de gelofte ook een bepaalde verantwoordelijkheid wordt genomen. Wordt voorzien in een volkoevorde geheel nieuwe vorm van bestuurlijke vernieuwing, zou je kunnen zeggen. Want het is ook een product natuurlijk van uw eigen werkzaamheden, ook in de voorgaande periode, om na te denken over manieren om dit raadswerk zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Goed. Geassisteerd door de griffier ben ik voorzien van een lijstje namen. Ik vraag de leden van de raad om te gaan staan. Ik begin met het eerste voorgestelde kandidaatslid. Mevrouw Klein-Gunnewik-Penterman. Die komt nu van achteruit de zaal naar mij toe. Lidie Klein-Gunnewik-Penterman. We zijn vrij informeel in onze bestuurscultuur. Heeft u al wel op andere plekken gemerkt ook. Hier in de raad zijn we vrij formeel als we met elkaar vergaderen, elkaar aanspreken. Met meneer en mevrouw. Maar het is denk ik goed dat u allemaal eventjes met naam en toename ook bekend bent. U heeft aangegeven dat u graag de eed wilt afleggen. Dus ik zal de tekst voordragen. Ik ga dat niet iedere keer doen. Ik doe dat nu één keer voor het algemeen. En dan is het aan u, afhankelijk van uw voorkeur. Of u, als u in uw geval zegt, ik wil graag de eed afleggen, daar de twee vingers van de rechterhand in de lucht te heffen en de woorden uit te spreken, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Voor degene die hebben aangegeven dat ze liever de belofte willen afleggen, is dan het voorgeschreven antwoord, letterlijk en figuurlijk wettelijk voorgeschreven, dat verklaar en beloof ik. En de tekst waar dit een antwoord op is, die draag ik nu voor. Ik zweer dan wel verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar dan wel, ik zweer dan wel, verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik zweer dan wel beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen. En voordat u het antwoord mag geven, nog even de aanvulling. Want in deze tekst wordt gesproken over lid van de raad en als lid van het gemeentebestuur. Maar dat moet natuurlijk verstaan worden als het burgercommissielid wat we bij deze introduceren. Goed, mevrouw Klein-Gunnewijk-Penterland, wat is er daar op uw antwoord? Waarlijk helpt door Gods mij. Helemaal goed. Dank u wel en gefeliciteerd. Dan een oude bekende in ons midden, maar nu in een andere rol, mevrouw Zwaan. Mevrouw Alberts, Karin. Een bekende procedure, want al ervaren als raadslid ook. Ja. Maar ook van jou vraag ik, van u, vraag ik het antwoord op de verklaring, dan wel de belofte. Wat is daar op uw reactie? Dat heb ik de verklaring beloofd. Dank u wel. Gefeliciteerd. En welkom terug. Ja. Dan, de heer Ber Albring. Bert, neem ik aan. Ja. U heeft aangegeven dat u ook de belofte wil afleggen, dus ik kan u eenvoudig vragen. Wat is uw reactie? Dat verklaar ik beloofd. Ik dank u wel en gefeliciteerd. De laatste twee waren twee mensen die door de VVD zijn aangemeld als hen vertegenwoordiger in de commissie. En mevrouw Klein-Gunnewijk-Penterman was natuurlijk namens de CDA-fractie. Dat had ik nog vergeten te vermelden. Dan gaan we nu naar twee kandidaten die door de Partij van de Arbeid zijn voorgedragen als hun vertegenwoordiger in de commissie. De heer Mark Dorgelo vraag ik om hier naar voren te komen. Welkom. Mag ik u vragen wat uw reactie is op de verklaring? Ik dank u wel en gefeliciteerd. En in een nieuwe hoedanigheid, maar wel bekend in deze zaal, Marco Slangewal. We hebben extra mooie schoenen aangetrokken, zie ik vandaag. Ja, diversiteit, helemaal goed en consistent. Goed, mag ik vragen om je formele reactie? Dat verklaar en beloof ik. Dank je wel, veel succes. Dan twee kandidaten die zijdens de fractie van D66 zijn voorgesteld. Mevrouw Anne Schepers. Er worden ook voorbereidingen getroffen voor registratie, geloof ik. Dus, goed, u heeft ook de tekst gehoord. Wat is er daar op uw reactie? Dat verklaar en beloof ik. Dankjewel, veel succes. Dankjewel. En de tweede naam zijdens de fractie D66 is de heer Bertrand Juffer. Goed, meneer Juffer. Ja, u zien we ook wel vaker hier in deze zaal. Hè? Dus, en dat geldt voor heel veel van de mensen die hier nu in deze situatie als u staan. U heeft ook de tekst gehoord. Wat is uw reactie? Zo waarlijk helpt u mij wat anders. Ik dank u zeer. De PPC. Heeft, althans voor mij ook een oude bekende en voor een aantal van u oude bekende voorgedragen als eerste kandidaat Harm Nijmeijer. Ook eerdere ervaring als lid van deze gemeenteraad. Ze kent ook het klappen van de zweep als het gaat om het afleggen van verklaringen en beloftes. Wat is je reactie? Dat verklaar en beloof ik. Dankjewel en gefeliciteerd. En de tweede kandidaat op voorstel van de PPC is Paul van Eyck. Ja, we kennen het drillen inmiddels, hè. Mag ik u vragen om uw reactie? Dank u wel. En gefeliciteerd.
En de laatste in de categorie, voorgestelde mensen voor als burgercommissielid, mevrouw, en dat kan ik niet helemaal goed lezen, Lianne of Rianne? Rianne van Leeuwen, Pronk van Leeuwen. En ja, dan vraag ik als laatste ook uw reactie. Dank u wel, veel succes. Ja, dames en heren, dat zijn de mensen die we kunnen aantreffen in de eerstvolgende commissievergadering. Natuurlijk zul ik ze op aangeven van de fracties, de werkafspraken die men daar heeft gemaakt. Ik wens alle die zojuist zijn beëdigd en toegelaten tot als burgercommissielid alle succes. Veel plezier ook in het werk. Voor een aantal mensen zal het misschien de opmaat zijn tot verdere activiteiten en uiteindelijk misschien ook wel weer een kandidaat als raadslid. We zullen het zien met elkaar. Ik beëindig bij deze dit agendapunt. Dames en heren, daarmee zijn we om 17:15 aangeland. En voordat we aan de begroting kunnen beginnen, ligt er nog maar één benoeming op ons te wachten. En de kandidaat zit al op onze publieke tribune naast de voorzitter van onze rekenkamercommissie. Voor degene die zijn gezicht nog niet kennen, maar Mark Rauw, misschien wil jij wel even gaan staan. Dat is dan misschien ook wel even plezierig nu we zo elkaar aan het voorstellen zijn. Een nieuw externe lid van de gemengde rekenkamercommissie. Daar waar dat nog kan. Dat zal nog best een tijdje duren voordat er veranderingen komen, schat ik zo in. Dus we hopen ook graag gebruik te maken van uw deskundigheid als lid van de Rekenkamercommissie. Het Seniorenconvent is ook hier weer de afzender van het voorstel aan u om de Rauw te benoemen. En ook zojuist de procedure gezien hebbende zal hier hetzelfde moeten gebeuren. Namelijk hier zal ook een beëdiging moeten plaatsvinden. En dat kan direct gebeuren nadat we hebben geconstateerd of u kunt instemmen met bij acclamatie benoemen van de heer Rauw. Dat is het geval. Al dus, gefeliciteerd alvast met dat. En dan vraag ik u hier voor mij te komen om de eed en dan wel belofte af te leggen. Iets andere tekst, meneer Rauw, dat zal u niet verbazen. Want dit gaat natuurlijk om de tekst die geldt voor rekenkamercommissieleden. Ik verklaar dat ik om tot lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Coevorden benoemd te worden, rechtstreeks nog middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in het ambt te doen of te laten rechtstreeks nog middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen. En dat ik mijn plicht als lid van de Rekenkamercommissie naar eer en geweten zal vervullen. Uw reactie graag. Dat klaar en beloofd. Dank u wel. Gefeliciteerd. Veel plezier. Ja. En we gaan elkaar in deze samenstelling vaak nog vast tegenkomen, want de Rekenkamercommissie verricht belangrijk werk. Gefeliciteerd met de aanwinst, zeg ik in de richting van de voorzitter. Goed, dames en heren, daarmee zijn wij 3 minuten over tijd, maar dat lijkt mij in termen van het eten is nog wel warm. Alleszins acceptabel. Dank voor uw medewerking daarbij. Is nog een verzoek van de griffier of zometeen nog eventjes, voordat u allemaal de zaal verlaat, gelokt door de etenscheuren die de trap opstijgen. En ik zei het al waartoe u hartelijk werd uitgenodigd, om even op de foto te kunnen met de burgercommissieleden. Dus ik roep die graag op om nog even achter te blijven. Die zal hier plaatsvinden. Kijk even naar de griffier. Ja, hier plaatsvinden. Dus of de burgercommissieleden nog even willen verzamelen hier voor een statieportret. Dan is de vergadering geschorst. En eet smakelijk.